wat is dat? Ja, ik denk dat het moment van de stellingen dat ze mogen reageren. Dit is gewoon om zo een vraag te krijgen. Dames en heren, van harte welkom bij Debat aan de Markt vanavond. Bij ons voedseldebat, voedselveiligheid en voedselzekerheid. Mijn naam is Cecile Arda. En ik ben de dagvoorzitter, maar verder niks. Dus dat is wel heel belangrijk dat de rest hier enorm veel functies vervult. En ik zal u onze gasten voorstellen en ik zal voor u de spelregels van vanavond even vertellen. Ja, onze gasten, Kees de Bie aan de linkerkant, Universiteit Twente, Hilde Anne de Vries, Foodwatch Nederland. Dan hebben we aan deze kant Boudewijn Rip, gemeente Enschede, en Suzanne Grote, Ecocentrum Emma. Onze debatleider is Harco Jellema. We gaan 2 uur debatteren. Onze gasten gaan kort 10 minuten een statement afgeven, al dan niet met een PowerPoint-presentatie. En daarna gaan we met elkaar discussiëren aan de hand van stellingen. Maar u kunt ook uiteraard naar aanleiding van het wat gezegd is vragen stellen. Hoe we dat, u ziet hier cameramensen. Wij nemen de hele avond de hele discussie op. Morgen of uiterlijk overmorgen wordt dat op via onze website www.debatandemarkt.nl op de website gezet, op YouTube gezet. Dus u kunt nog een keer het debat ook daarna nog een keer nakijken en luisteren. Wat ook heel belangrijk is, is als u het woord voert, daar is hier in de midden een microfoon, verzoek ik u uitdrukkelijk duidelijk te spreken en uw naam eerst te zeggen. Ja, want dat wordt alles opgenomen, genotuleerd, dus wij vinden het heel belangrijk dat u herkenbaar bent. En vervolgens willen wij u na afloop van dit debat van deze avond uw mening vragen, hoe u dat allemaal gevonden hebt. Daarvoor gaat Lieke, achterin zittend, met een lijstje bij u langs. Of zij geeft dat lijstje door. Als u uw e-mailadres, uw naam wilt invullen, dan wordt u straks benaderd aan een van deze dagen dat u als een kleine enquête invult. Ja, wat u daarvan gevonden hebt. Vervolgens is het voor ons helemaal niet erg als u tijdens het debat bijvoorbeeld twittert wat u daarvan vindt. Ja? Of na afloop. Dus dat vinden wij ook prima. Dat is het eigenlijk een beetje. En wat ik ook zeggen wil is dat dit debat die aftrap is van een reeks van debatten in Nederland. Enschede numero uno. En dan komt in Rotterdam een debat. In Groningen een debat. In Maastricht, Amsterdam een debat. En dan slotdebat is in Nijmegen. En dat wordt alles gebundeld. En wij doen dat in samenwerking met NCDO. En met Vereniging Nederlandse Debatcentra. En dat willen wij dan aan NGO's en al dan niet aan staatssecretaris, aan parlement en dergelijke aanbieden. Dus uw mening blijft niet hier. Dat wil ik daarmee zeggen. Het wordt doorgeventileerd. Ja? Kan je toevoegen als we op Twitter de hashtag voedseldebat gebruiken? Je moet even naar voren komen, want je bent nu niet te verstaan. Ja? Als u wilt twitteren, dan kunt u het beste de hashtag voedseldebat gebruiken. En dan worden alle tweets gebundeld voor de twitteraars. Oké, dankjewel Lieke. Ja, het is het eigenlijk wat ik zeggen wou. Het thema boeiend. Hè? Het gaat ons allemaal aan. Hoe voeden we de wereld zonder rotzooi te produceren? Op zo'n even keukentafel manier gezegd. En dat wij dan ook fatsoenlijk gevoed worden. En dat is het.
ik wens u een heel goed discussieavond en daar is het woord aan Harco. Dankjewel, Cécile. Welkom, inderdaad. En ja, Harco Jellema, debatleider. En even voor de achtergrond, ik ben landbouwkundige. Dus ik hoop iets aan te kunnen vullen als dat nodig is. Vanavond hoop ik dat we inderdaad een goed en sprankelend debat hebben, zoals aangegeven al. We hebben na afloop van de presentaties stellingen. En sommige zijn wat prikkelend neergezet, zodat we een goede, felle discussie kunnen hebben. En eens kijken of we daar een algemene mening over kunnen krijgen. Ik aanneem, heeft u voordat u hier naartoe kwam ook al een maaltijd gehad. Dus voedselzekerheid was aanwezig. Misschien niet direct een blauwe aardappel of een zwarte rijst of varkensvoer. Alhoewel soms gewoon tapioca ook varkensvoer is. Maar sommige mensen weten dat niet. En dat geeft wel eens wat verwarring. Oei, wat? Je loopt zo eng over. Dat oh nee, dat kent me. Ik weet precies waar het loopt. Dus met andere woorden, voedselzekerheid, maar ook voedselveiligheid is heel belangrijk. En daar zullen we het zeker vanavond over hebben. Ik kom zelf ook vaak genoeg in de tropen om te weten van wat dat betekent. Maar we gaan eerst met Kees de Wie verder. Voor de eerste presentatie, ik zal je de flipperaar geven. Oh ja, oh, dat is handig. Wil je hier blijven zitten of dat is handig? Ik ga liever staan, dat doe ik. Misschien deze Kees de Wie, Universiteit Twente. Mijn presentatie is in het Nederlands, maar mijn PowerPoint in het Engels. Wij zijn een internationale instelling. We richten ons voornamelijk op satellietdata, geoinformatiesystemen en al hun toepassingen. Niet te verstaan? Moet hem bijna opeten. Oké. Mijn praatje gaat dus meer over wat de wereld die ITC kent doet in de wereld van food security. Dan moet ik weten hoe dit werkt. Oh, ik moet. Oké. Dit is een slide, een samenraapsel van krantenknipsels die laat zien hoe vaak voedselzekerheid in het nieuws is. Het is een wereldwijd probleem. Ik heb hier een lijst van wat er nu wat feiten zijn in 2010. Bijvoorbeeld, we zijn nu met 6,3 miljard mensen. Een derde van ons graan wordt gebruikt voor ons biefstukje. Een derde van ons eten wordt in de prullenbak gegooid of raakt elders in de foodchain verloren. We zijn ontzettend wakker geschud door een enorme prijsinstability, prijshikes, globaal. Exportprijzen, importprijzen zijn bijvoorbeeld in 2007 en weer in 2010 enorm gestegen. En we weten tegelijkertijd dat de kleine boer in veel tropische landen eigenlijk veel minder produceert dan ze kunnen produceren volgens de huidige technieken. In 2050 zitten we met meer dan 9 miljard mensen. Een gigantische toename. Er is berekend dat we dan eigenlijk 70% meer voedsel moeten produceren. Wat bijna niemand gelooft dat dat zelfs mogelijk is. Er wordt veel gepraat over climate change. Natuurlijk enorm veel impact ook op de landbouw. Voornamelijk ten aanzien van risico's. Problemen met water, tekort aan water. Er komt een tekort aan fosfaat, kunstmest. En natuurlijk kom je allerlei vragen tegen van als dit allemaal fout loopt, dan moeten we verplicht allemaal bijna vegetariër worden om ons eten te optimaliseren. De politiek, er zijn G20 samenkomsten eens per jaar. In 2011 in Frankrijk, 12 in Mexico, 13 was recentelijk in Sint-Petersburg. En food security staat continu, non-stop, in een multi-year action plan op de agenda. En de G20 concentreert zichzelf op de prijsinstability, dus het beheersen van de prijzen. En dat er inderdaad meer voedsel geproduceerd wordt. Die hebben een duidelijke keuze gemaakt. Onze minister Liana Ploemen heeft speerpunten. En één of twee speerpunten eigenlijk is zowel food security als het tweede speerpunt water security. En Nederland benadert dat meer holistisch, maar heeft dan heel veel belang ook
met een koppeling aan het bedrijfsleven. Hier is een plaatje wat Suzanne waarschijnlijk heel goed kent. Dit is een anomaly van greenness, van hoe groen is de aarde. Er is een duidelijke negatieve anomalie in 2010 in Zuid-Rusland. Samengevat, de droogte in Zuid-Rusland van 2010 heeft geleid tot een 37% reductie in de graanproductie van het land. En daarna een prijshijk, een import-export prijshijk van 80% binnen 6 maanden. Dat is gigantisch. Een anomalie is een afwijking. Ja, dankjewel. Ja, ik werk en onderwijs in het Engels, dus voor mij is Nederlands weer moeilijk. Ja. Daaronder staat bijvoorbeeld waar dat toe heeft geleid van in 2010 van de skyrocketing foodprijzen, de enorme kosten. Zeker als je al 80% van je inkomen aan eten moet spenderen en het eten wordt 2 keer zo duur. Dat leidt tot riots en dergelijke. En ja. De wereld van het Wereldvoedselprogramma gebruikt deze anomaliekaarten. Maar hebben daar veel problemen mee. De kaarten geven wel aan dat er iets fout gaat. Maar wie betreft het? Wat staat daar? Wat groeit daar? Welke boeren wonen daar? Wat voor beesten en gewassen hebben ze? Wanneer wordt het geteeld? Wat is de coping capacity? Van hoe kunnen de boeren de klappen opvangen als het fout gaat? Hoe vulnerable? Hoe kwetsbaar zijn de mensen? En dat heeft geleid bijvoorbeeld van dat wij ons zeer richten op het verbeteren van kartering, van inventarisatie, van het beschrijven. Spatiaal. Als je van het linkerkaartje gaat, dan zie je dat wel data worden verzameld, maar altijd per administratief gebied, per district, per dorp. Dat is goed voor een politician, maar niet voor iemand die er iets uit wil halen, iets wil bestuderen. De rechterkant een voorbeeld van hoe wij dat kunnen omzetten naar gewaskaarten, gewasintensiteitskaarten. En dit doen we al in een hele serie landen. En die kaarten hebben nodig voor inderdaad het bestuderen van anomalieën, crop performance, het landgebruikveranderingen, biodiversiteit, degradatie en ga zo maar verder. Dit is een van de belangrijke input, de data die we gebruiken om dat te maken. Dat is eigenlijk een film van hoe op aarde de vegetatie continu verandert. De kleuring is een beetje raar voor u. Rood betekent heel groen, dus dat het goed groeit. Terwijl blauw betekent dat het heel slecht groeit of er niks staat. Dit zetten we om bijvoorbeeld naar kaarten voor Europa. Van waar staat tarwe en dergelijke. We hebben recentelijk 47 van die kaarten voor 47 gewassen gemaakt. En dit is dan weer een input voor bijvoorbeeld het monitoren. Hier kijken we naar Sevilla, de rijst. En we zien dat over tijd in die curves aan de rechterkant behoorlijk wat verandert. En dat komt omdat boeren geen irrigatiewater meer hadden. En gewoon geen rijst meer planten. Dit is een ander product waar we dan ook meer focussen op gebruik van de collectie van onze eigen velddata. En ik wou zeggen van, dat is nog maar een klein stukje van de puzzel die ik zou kunnen presenteren. Wat ten aanzien van flooding, disasters en dergelijke die impact hebben op de voedselproductie. En ja, die ons voor gigantische problemen stellen. Het is een zeer ingewikkeld verhaal. Zeker als we ook markten, prijzen en ja, de variabiliteit tussen mensen en omgevingen gaan bekijken. Dank u wel. Dank je zeer. Precies binnen de tijd. Ja. Zijn er verhelderende vragen? Later op de avond gaan we discussie aan, maar meer eerst nu eventjes misschien een verhelderende vraag. Mini Abink. Ik wilde graag weten de aanvulling van het gebruik van granen voor landbouwproducten die gebruikt worden voor energie. Hoeveel procent is dat? Want het lijkt me ook een. Heb ik niet eens genoemd. Maar dat, nee, maar het lijkt me een groot probleem. Dat is, ja, klopt. Je hebt groot gelijk. Dat is een hele discussie, omdat dat leidt tot areaalverlies van productief voedsel. En dan is het de vraag van, ja, waar liggen de preferenties, waar liggen de politieke interesses. Maar het geeft ook schokken en dat kwam eigenlijk in Amerika tegelijkertijd met de 2010-crisis. Dat daar juist
heel veel areaal ineens werd gebruikt voor energieproductie. Ja. Ja. Maar jammer dat het niet genoemd wordt. Dat heb je bij deze gedaan, dankjewel. Ja. Nog een andere verhelderende vraag. Later voor de discussie. Oké, Hilde, dan aan jou het woord. Ja. Ben ik zo goed verstaanbaar? Ja, volgens mij wel. Hè? Is er nog iets dichterbij? Ja. Oké. Nou, mijn naam is Hilde de Vries. Ik heb dit op het laatste moment overgenomen van mijn collega. Ik ben directeur van Foodwatch Nederland. Voor de mensen die ons niet kennen, Foodwatch is een stichting die opkomt voor de rechten van consumenten op eerlijk, veilig en gezond eten. Het gaat dus heel erg over, voornamelijk over de consumenten hier in Europa. Nog meer? Ja? Oké, wacht. Ik doe hem nog iets lager. Zo beter? Ja? Oké. Nou goed, wij zijn onafhankelijk. We zijn een internationale organisatie. Wij doen onderzoek. Onze bevindingen brengen we naar buiten via de media. Wij bieden een platform voor consumenten om bescherming te eisen. Ons einddoel is wetgeving die consumenten beschermt tegen risico's die uit ons voedsel voortkomen. Tegen voedselfraude en ook ten alle tijde het recht op eerlijke informatie over voedsel borgt. We laten zien waar het fout gaat. We willen het debat aanzwengelen, zowel een maatschappelijk debat als een politiek debat. En op die manier dus ons lange termijn doel, wetgeving, realiseren. De onderwerpen waar we ons mee bezighouden zijn misleidende marketing. Dus of claims op producten kloppen of niet. Schandalen, voedselschandalen. En ik denk dat dat heel erg actueel is voor dit debat. Schadelijke stoffen in ons eten, ook heel relevant. Zoals pesticidenresiduen op groente en fruit, dioxine in paling en dergelijke. Maar ook discutabele toevoegingen zoals een aantal E-nummers of andere stoffen in ons eten. Het is complex, er is nogal wat mis. Nu nog even kijken. Als we kijken naar voedselveiligheid, het is een heel breed onderwerp. Het is zeer actueel. Ik heb ook even een kort overzichtje gemaakt van de nieuwsitems die de afgelopen jaren, of afgelopen jaar zelfs, de revue zijn gepasseerd op dit vlak. Het resultaat van alle zaken die u hier ziet is dat het consumentenvertrouwen op dit moment heel erg laag is. Mensen vertrouwen niet meer dat ze eten wat eigenlijk op de verpakking staat. Mensen zijn enigszins terughoudend geworden bij vleesconsumptie en dergelijke. En ik durf te stellen dat dit het resultaat is van de voorwaarden van ons huidige voedselproductiesysteem. Geld is vaak de drijfveer. Ethiek en bescherming van consumenten die leggen vaak het onderspit af tegen dat doel. En het is hoog tijd om dat aan te pakken. En helemaal gezien de uitdagingen die de heer de Bie net heel goed schetste. De uitdagingen die we zien om in 2050 voldoende mensen te voeden. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar snel op in te spelen. De grootste problemen die wij op dit moment zien is ten eerste grootschalige voedselfraude. Europol heeft vorig jaar aangetoond dat waar voorheen vooral werd gefraudeerd met kleding en parfums en dergelijke, is dat nu heel erg verschoven naar voedsel. En voedselprijzen zijn gestegen, het gaat om veel afzet, er is weinig handhaving. Dus nu verschuift het naar olijfolie, koffiebonen, dure kruiden en dergelijke. Maar ook het paardenvleesschandaal is daar een goed voorbeeld van. Daar is ook gefraudeerd. Er zijn goedkopere vormen van vlees in vleesproducten terechtgekomen. En in dat geval kon niet de voedselveiligheid geborgd worden. Maar de consument kreeg niet de informatie. De industrie werd eigenlijk de hand boven het hoofd gehouden. En de consument die mocht maar afwachten of de lasagne of het product dat hij of zij in de koelkast had liggen, of dat nou echt veilig was of niet. Fraude is crimineel. Maar eigenlijk gebeurt het dus telkens meer. Op dit moment, dat is het tweede probleem dat ik constateer, is dat de pakkans momenteel heel klein is. Als we kijken naar de NVWA, ik weet niet of u onlangs een documentaire van Brandpunt heeft gezien. De NVWA, dat is eigenlijk de autoriteit die moet controleren of ons voedsel veilig is de afgelopen jaren enorm uitgekleed.
Dat is een politieke keuze geweest. Het zegt heel veel dat dit tegenwoordig onder het ministerie van Economische Zaken valt. Ik vind dat een heel ernstig probleem. Het is een politieke keuze. Telkens minder handhaving. De pakkans is laag. De boetes staan niet in verhouding tot de winst die gemaakt kan worden met fraude. Dat is dus een prikkel om daarmee verder te gaan. En er wordt telkens verwezen naar zelfregulering. Hè? De industrie heeft een hele grote vinger in de pap als het gaat om politiek, hè, beleid en dergelijke. Wij lopen daar heel vaak tegen aan, maar ook op dit vlak. Eindeloos zelfregulering. Dus je laat de industrie zijn eigen vlees keuren. We vinden dat dat niet moet kunnen. Het illustreert het gebrek aan prioriteit. En hetzelfde is op dit moment aan de gang in de Verenigde Staten. Waar we nu mee zitten is een reactief systeem met excessen als dioxide, pesticiden, fraude en dergelijke. En pas nadat er risico is gelopen, wordt er ingegrepen. Wij vinden dat onacceptabel. En het feit dat met het paardenvleesschandaal er 50.000 ton vlees teruggeroepen moet worden, illustreert het feit dat er dus te weinig controle is op dit moment. Een ander probleem is dat, als we kijken naar voedselveiligheid, is dat het vaak de vraag is of de normen, de wettelijke normen voor giftige stoffen, gevaarlijke stoffen in ons eten, afdoende zijn. We hebben onlangs onderzoek gedaan naar de normen voor pesticiden op groente en fruit. De wettelijke norm biedt in 9% van de gevallen de mogelijkheid tot een gezondheidsrisico. En voornamelijk voor kinderen. Dat is onacceptabel. Hè? Dan heb je geen grondslag voor ingrijpen, terwijl er wel een risico wordt gelopen. Bovendien, de afgelopen jaren, Nederland is koploper geweest in Europa als het gaat om antibiotica gebruik in de vleessector. Koploper. Dat is heel heftig. Hè? Nederland is een heel groot exportland als het gaat om vlees. Het resultaat, heeft de consument onlangs aangetoond, is bijna alle kipfilet bevat ESBL-vormende bacteriën. Dat zijn bacteriën die niet met antibiotica te bestrijden zijn. Het aantal slachtoffers, het is schijnbaar moeilijk in te schatten, maar er zijn een aantal dodelijke slachtoffers gekomen. En ik denk dat gegeven het feit dat we weinig antibiotica opties in de toekomst zitten, dat het iets is waar je niet jezelf of de consument aan bloot moet willen stellen. Bovendien gebrek aan transparantie. Er is wel wetgeving die een aanleiding geeft in Brussel op dat er altijd eerlijke informatie binnen de hele keten moet zijn. Maar nu, met een hele complexe keten die er is, hoeft elke speler alleen maar te weten wat er in de schakel voor of na hem met het eten gebeurt. Een Albert Heijn is dus niet verantwoordelijk voor paardenvlees in zijn lasagne. Als je elke speler verantwoordelijk maakt voor wat er door zijn of haar handen gaat, zou je in ieder geval de risico's op dat vlak voor consumenten flink kunnen verlagen. Ik kan ook kijken naar E-nummers. E-nummers, wordt altijd gezegd, die zijn op Europees niveau goedgekeurd, maar er zijn een aantal discutabele. Onderzoek loopt vaak achter. En de commissies die op Europa de goedkeuring voor E-nummers, die daar verantwoordelijk voor zijn, daar zitten vaak, het is onlangs gebleken, meer dan de helft van de mensen die goedkeuring verlenen, zijn mensen die links met de industrie hebben. Dus het is ontzettend gekleurd. Wij vinden dan ook dat daar het voorzorgsprincipe gehanteerd moet worden. Ook als we kijken naar andere giftige stoffen, er wordt vaak alleen gekeken naar hoe gevaarlijk één stof is, maar niet naar hoe die stoffen met elkaar interactie hebben. Dus er kunnen tot wel 11 verschillende pesticiden op groente of fruit zitten. Individueel kunnen die misschien niet per se een gezondheidsrisico opleveren, maar hoe werken die samen? Dat is nooit onderzocht. Weer reactief systeem. Er moet eerst een probleem naar boven komen voordat er opgetreden wordt. En ook helemaal als we kijken ook naar voedselveiligheid. De consequenties van het huidige aanbod in combinatie met de marketing. Hè. Veel eten is te zoet, te zout en te vet. Ik liep hier net het station op en wat kon je daar halen als avondeten? Patat, kant-en-klaar dingen, snacks en dergelijke. Het is gewoon vrijwel onmogelijk om daar even snel iets gezonds te halen. Bovendien de marketing, daar wordt miljarden in gestopt. En er wordt onderzocht hoe onze smaakpapillen reageren. Er wordt onderzocht hoe de heilige graal van zoet, zout en vet gevonden kan worden, zodat mensen dooreten. Ik heb een keer iemand van Duivis horen zeggen, we doen er gistextract smaakversterker in, dat noemen we de doorvreetfactor. Dan eten mensen die zak gewoon leeg. En dat is misschien niet direct schadelijk, maar op lange termijn, als we nu kijken naar de gevolgen van ons patroon, het aanbod op welvaartsziekten, dat is gewoon heel erg. En daar moet de industrie ook eigenlijk, er moet ook iets aan gebeuren. Kortom, mijn stelling is, ons systeem is ziek geworden.
de industrie gaat het niet oplossen. Er zijn dan ook, het voorzorgsprincipe moet dan ook gehanteerd worden. Dat houdt in dat pas als bewezen is dat een product gegarandeerd veilig is, dat het dan pas op de markt mag komen. Verder handhaving. Er moet voldoende handhaving zijn. En NVWA moet weer voldoende budget krijgen om te controleren op alles wat er binnenkomt. De boetes moeten in verhouding staan tot de winst. En er moet ten alle tijde transparantie binnen de keten zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat minder complexe ketens dit vraagstuk enorm zouden helpen. Want hoe minder complex je het maakt, hoe makkelijker het is om te zien waar het fout gaat. Ik denk dat duurzame productie en dus minder complexe ketens daar eigenlijk al een heel stuk in zouden kunnen helpen. Maar goed, mijn stuk is heel erg op Europa gefocust, maar het is even een andere insteek. Ja. Dank je zeer. Ja. Helder. Zijn er verhelderende vragen? Ja, achterin. Graag uw naam. Jan ter Haar is mijn naam. Het onderzoek wat uitblijft naar het totaal van al die pesticiden. Hoe kan dat bijvoorbeeld door zo'n landbouwuniversiteit in Wageningen dan niet gebeurt? Het is toch uitermate logisch dat zo'n onderzoek zou gebeuren? Nou, wat ik zelf zeg maar uit ervaring weet is dat als je echt met 100% zekerheid wilt weten wat de gevolgen zijn van stoffen in je eten, laat staan als je de combinatie moet gaan uitzoeken, dat is onwijs complex, dat kost heel veel geld en het is lange termijn onderzoek. Je hebt verschillende stadia van onderzoek, dat kan in petrischaaltjes, dat kan in ratten, dat kan in weefsel, maar het kan ook in mensen op lange termijn, maar dat wat ik al zei, dat kost heel veel geld. Het is heel erg ingewikkeld. Dus vaak wordt dat overgeslagen. En in Brussel wordt vaak gekeken naar de effecten van uitsluitend één stof. Of daar acute toxiciteit op van toepassing is. Maar niet of er lange termijn effecten zijn. En laat staan als je al die stoffen die in ons eten zitten met elkaar moet combineren. Om te kijken of dat een effect heeft. Dat gebeurt gewoon niet. Helaas. Nog een andere verhelderende vraag. Mevrouw? Ik ben Hiske Lomans. Ik heb ook een vraag. Het gaat even over dat paardenvleesschandaal. Ik heb in de krant heel veel gelezen dus dat paardenvlees niet in het vlees, of niet in dat eten, dat gemengde vlees hoorde te zitten. Dat stond er niet op dat het erin zat. Maar in feite is paardenvlees toch helemaal geen slecht vlees? Nee, precies. Het is toch goed vlees? Het was toch eigenlijk alleen de clue dat het niet genoemd zat? Het was toch niet bedorven, het vlees? Dat soort dingen was toch... dat aspect miste ik helemaal in de hele discussie. Ik snap het. Wij vinden ten eerste dat als het erin zit, moet het erop staan. Consumenten moeten weten wat ze eten. En daarnaast kon de NVWA tot op het laatst geen garantie geven dat er geen risico werd gelopen. Want heel veel paarden, die werden op een gegeven moment verkocht door mensen die hun paard kwijt wilden door de economische crisis. Het is goedkoop vlees en die worden, die krijgen fenylbutazon, dat is een medicijn dat vervolgens in het vlees terecht kan komen. En dat kan mogelijk risico's voor consumenten opleveren. En dat risico kon de NVWA dus niet van zeggen dat risico niet gelopen is. Oké, daarom was het vervuild. Precies. Oké, dank u wel. Ja. Mevrouw Hierkok. Kunt u het even? Ik ben Anneke Hooman. Ik heb eigenlijk twee vragen, mag dat? Ja. U had het over de E-nummers. Ja. In de eerste keer dat u dat noemde, zei u al dat er E-nummers zijn die dus gevaarlijk zijn, die dus niet gezond zijn. Hoe moeten wij als leken al die E-nummers uit ons hoofd kennen? Ja. En er zijn wel lijstjes. Ik heb heel lang geleden wel zo'n lijstje gehad. Maar wat is dat waard? Wat is daar waar van? Ja, er is heel veel onrust op dit moment over E-nummers. Een aantal daarvan die zijn niet per se direct schadelijk. Maar dan komt het voorzorgsprincipe weer om de hoek. Een aantal daarvan kunnen niet met 100% zekerheid aangetoond worden dat ze niet schadelijk zijn. En op dat moment zeggen wij dus, dat moet je niet in je eten willen. En heel veel stoffen, vooral de stoffen zoals zoetstoffen, smaakversterkers en dergelijke, zitten enorme commerciële belangen aan. Dus het onderzoek daarvoor wordt dan vaak door de industrie gedaan. Dat is gekleurd onderzoek. Onafhankelijk onderzoek is er dan vaak niet. Het kan zijn dat onderzoek aantoont dat het niet direct schadelijk is. Maar wij zeggen dus, als er signalen zijn, is er discussie, dan moet je het gewoon niet in je eten willen. Nog een vraag? Ja.
over etiketering. Mm-hmm. Ik ben wat slechtziend, maar op het ogenblik is de informatie op etiketten vaak, een tiende van een millimeter overdreven. Ja. Zelfs voor jongere mensen niet leesbaar, hoor ik. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Er wordt actief gelobbyd op de lettergrootte van de informatie achterop de verpakking. De industrie wil dat zo klein mogelijk houden. Liefst niet op de voorkant. Op de voorkant vooral vrij baan voor alle mogelijke claims die erop mogen komen te staan. Wij pleiten voor duidelijke etikettering. En daar hoort ook bij dat het inderdaad te lezen moet zijn. Ik zeg, op dit moment moet de consument met een encyclopedie, met een vergrootglas en met een rekenmachine de supermarkt in. En dat vinden wij onacceptabel. Helder. Nog een andere verduidelijkende vraag. Dat komt straks wel bij de discussie. Dan graag het woord aan Boudewijn Rip, die het op persoonlijke titel zal doen. Hij werkt wel bij de gemeente, maar misschien kan je dat even verduidelijken. Ben ik zo te verstaan? Ja. Ja, persoonlijke titel. Er stond Hans van Achteren, wethouder van de gemeente Enschede, zou hier vanavond zijn. En ik zal nog harder praten. En hij had wat anders waar hij een afweging mee moest maken. En hij vond mij in zijn ambtenarenbestand geschikt om hem te vervangen hier. Maar er zijn een aantal stellingen waar gewoon geen politieke lading aan zit in de gemeente Enschede. Dus vandaar dat ik eigenlijk zeg van nou, ik wil het wel op persoonlijke titel doen. En er zijn een aantal dingen die ik natuurlijk gewoon van de gemeente Enschede vertel. Waar we mee bezig zijn, wat onze, waar de politiek ook, hoe die daar tegenover staat. Dus ik ga het niet helemaal uit de weg, maar ik wou het maar even zo op deze manier doen. Stadslandbouw, u ziet ook dat dat ding, de presentatie geschreven is voor Hans van Achter, niet voor mij. Wat is stadslandbouw? Voortbrengen, verwerken, vermarkten van voedsel. In de buurt, daar gaat het eigenlijk om. In je eigen stad. Waarom stadslandbouw? Nou, het is iets wat nu ontstaan is de laatste jaren. Als gevolg eigenlijk van die trends die daar genoemd zijn. Duurzaamheidsdenken is een crisis. Er is veel meer aandacht voor gezondheid. Nou, de voedselveiligheid, dat is natuurlijk ook logisch. Daar hebben we net een heel exposé over gehad. En de voedselketen is veel te lang geworden. En dat is iets wat... we hebben hier een samenwerkingsverband van zo'n 30 bedrijven rondom de stad. Er waren deels boeren en... die probeer ik steeds maar te vertellen dat ze 158.000 mensen net naast de deur hebben wonen die hun producten heel erg lekker vinden. Maar zij vermarkten of brengen die producten naar Leeuwarden. Daar wordt er bijvoorbeeld kindervoeding van gemaakt en dat verdwijnt weer naar China. En wij kopen Belgische melk om hier in de supermarkt te kopen. Dus dat is, daar proberen we wat aan te doen. En stadslandbouw is daar dan de motor voor. Nou, waarom stadslandbouw? Nou, dit is wat ik net vertelde van de melk geldt natuurlijk ook voor de ham. Die vanaf hier naar Parma vervoerd wordt om vervolgens als Parma ham weer terug te komen. Ik weet niet trouwens of het helemaal klopt, want dat zit met de Europese regelgeving voor de locatie. Ik weet niet of je dat weet van... Wordt ook meegefraudeerd. Wordt meer gefraudeerd. Ja. Maar... Goed. Maar eigenlijk mag het dus gewoon niet. Die varkens moeten uit Parma komen. En ja, goed. Waarom stadslandbouw? Nou, we hebben met z'n allen een enorme impact op wat er allemaal op deze aarde gebeurt. En daarom zijn wij ook bezig. Ik vertelde zo ietsje meer over die footprint. Van welke oppervlakte heb je eigenlijk nodig? Voor jezelf. Ik weet één voorbeeld hier in de gemeente Enschede van iemand die al jarenlang eigenlijk probeert zijn eigen zaakjes, zijn eigen boontjes te doppen letterlijk.
En die bijna een hectare grond heeft en die jaarlijks een kalf heeft bij zijn koe. Dus een moestuin, houdt bijen. En dus probeert echt een heleboel zelf te regelen. Dus dat is ongeveer een hectare. Ik weet niet precies wat er uit ons onderzoek komt, waar we mee bezig zijn, hoeveel we precies per persoon nodig hebben. Maar we zijn bezig om te proberen daar zicht op te krijgen. Ja, wereldproblemen verplaatsen naar de stad. Ja, we moeten ons bewust worden, als die wereldvoedselproductie ook bij ons gewoon in de winkel ligt, moeten we ons ook bewust worden wat wij daaraan kunnen doen. Dus vandaar dat we daar nieuwsgierig naar zijn. Dus we gaan de Universiteit Wageningen, bureau Elewoude en Tetum hier uit Enschede, die gaan een visie maken. Die hebben dus onderzoek gedaan naar hoeveel mensen wonen hier in Netwerkstad en wat voor producten eten die allemaal en hoeveel oppervlakte heb je daarvoor nodig. Nou, binnen de Netwerkstad is Enschede een vrij grote stad met 10.000 hectare buitengebied. Hengelo en Almelo zijn wat kleiner wat buitengebied betreft. Dus als je naar de netwerksteden kijkt, dan hebben we wat tekort aan oppervlakte. En dan zouden we wat natuur moeten inleveren om daar voedsel op te verbouwen. Maar als we naar heel Twente kijken, dan valt het wel mee. Eind oktober, dus begin november, dan komen de resultaten van dat onderzoek. En ik hoop dat de politiek het dan op de agenda gaat zetten. Dat is eigenlijk het doel van dit onderzoek. Nou, voorbeelden. Ja, die trein, dat is. Nou, dat komt eigenlijk om een idee wat we hebben om bij het Twente Stadion. Daar is niet alle grond is daar verkocht voor bedrijventerreinen. Om daar een tijdelijke locatie tegen het spoor aan een tuin te maken met een mogelijkheid voor mensen om daar hun lunch te gebruiken tussen de middag met producten die daar verbouwd zijn. En als het regent moet je ergens zitten. Dus we hopen dat we van de NS, er staan nog wat rood-witte treinen in Amsterdam, heb ik begrepen, die we misschien hier neer kunnen zetten. Nou, Volkstuin is natuurlijk heel erg belangrijk. We proberen toch plekken te vinden, al dan niet tijdelijk, om ons Volkstuin-areaal wat uit te breiden. Nou, er zijn legio voorbeelden natuurlijk in de wereld. Op daken in New York. Verticale tuinen. Havana heeft ook een ontzettend mooi aantal voorbeelden van hoe je, dus dat was meer uit nood geboren, dat iedereen daar voedsel ging verbouwen. Maar het geeft als voorbeeld voor onze westerse samenleving wel iets dat de mogelijkheden nog lang niet uitgeput zijn. Naar drijvende moestuin. Stadslanden, kantoren en parkeergarage. Nou, de techniek die schrijft ook steeds voort. Ik weet niet of je dan echt een levensmiddel krijgt of dat je alleen voedsel krijgt als je het hier zo verbouwt. Maar schooltuinen, buurttuinen, dat gebeurt ook steeds meer hier in Enschede. We hebben op een paar plekken dat mensen samen uit de buurt, op een stuk wat eerder altijd gemaaid werd, 1 of 2 keer in de week gemaaid werd, dat er nu een moestuin gekomen is of een buurttuin. Mensen heel enthousiast over en wij ook. We willen graag dus kijken naar het beheer van de openbare ruimte en of we daar niet anders mee om kunnen gaan. Zodat er meer voedsel geproduceerd wordt, wat voor de samenhang in de buurt natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Nou, catering. Helaas zijn we bij de gemeente zelf, houden we het bij. Ik geloof dat er alleen biologische melk en karnemelk in onze kantines ligt. En voor de rest is het. Nou, ik lobby daar wel geweldig mee, maar de kosten die zijn belangrijker kennelijk op dit moment. Nou, bevorderen verbouwen groenten in eigen tuin. Waar we ook mee bezig zijn is een proberen om alternatieve teelten voor boeren te vinden. Vlas, lupine, hennep, waar allerlei prachtige producten uit te maken zijn. Nou, hier een rijtje van waar je allemaal aan kunt denken. Braakliggende gronden, wat op dit moment heel actueel is. Door de financiële crisis van ons grondbedrijf ook hebben we heel veel gronden moeten afboeken. Dat betekent niet dat er jaarlijks maar weer rente op rente op rente gestapeld wordt. Waardoor die grond eigenlijk alleen maar voor één doel gebruikt kan worden. Dat is er iets op bouwen.
Die gronden zijn voor een groot deel zijn die afgeboekt. En dat betekent dat de mogelijkheden te over zijn nu om andere dingen daarmee te doen. Nou, stadsboerderij. Ja, volksgezondheid, armoedebestrijding. Dat lijkt wat triviaal als je het over wereldschaal bekijkt. Maar ook Enschede bungelt altijd onderaan lijstjes wat inkomen en dat soort dingen betreft. En dus wij kunnen ook de stadslandbouw ook als een middel gebruiken om ook aan die kant allerlei dingen te doen. Ja, wij kunnen ondersteunen. Dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen, want geld is er niet meer binnen deze gemeente. Dus we kunnen ondersteunen met wat we hebben en dat zijn gebouwen, terreinen en daar willen we ook graag aan meewerken. Leggen van verbindingen met het onderwijs. Groene Kennispoort, dat is hier iets wat in Twente werkt, waarbij we dus studenten van Wageningen, van AOC's, van allerlei Saxion niet te vergeten, inzetten om nieuwe dingen te ontwikkelen. Nou, dit is die footprint waar ik het even over had. Dus eind november, of eind oktober, begin november, je moet nog even wachten en dan zullen we bekendmaken hoe we voor de toekomst ons voedsel, of waar het vandaan komt. Als alle inwoners vegetarisch worden, dan is het sowieso geen probleem om hier... Hebben we de oplossing. Volgens mij is dit de laatste. Ja. Dank. Zijn er op dit moment verhelderende vragen? Niet de hele discussie, maar even een verhelderende vraag. Mevrouw, ik geef u even de microfoon en graag even uw naam. Ik ben Tini Hanning en er is inderdaad een enkele buurttuin hier in Enschede. Maar er ligt nog heel veel grond braak en er staat een groot hek omheen en verder is er niks meer te doen. U zegt het wel, maar er gebeurt zo weinig. Wanneer gebeurt er wat? Wilt u dat bij het doen? Ook wel zelf doen, maar nou is het gewoon onmogelijk. Nou, het is absoluut niet onmogelijk. Als u ons de vraag stelt, dan gaan we er heel serieus over mee aan de slag. De vraag, ja, u gelooft me niet, maar het is de wel... De vraag wordt vaak gesteld en het is heel moeilijk om het rond te krijgen. En ik heb nog een vraag. Er wordt in Enschede nog steeds het giftige Roundup gebruikt. Hoe kunt u dat combineren met... voedselverbouw in de stad? Ja, we zijn bezig. Er zijn allerlei programma's. Misschien dat uw buurman daar iets meer over kan zeggen. Maar er zijn allerlei programma's om te proberen dat helemaal af te schaffen. Maar we zitten natuurlijk ook altijd met burgers die naar hun openbare ruimte kijken en denken van hier moet iets aan gebeuren. En je ontkomt er vaak niet aan om nog wat langer door te gaan met het gebruik van dit soort producten voordat je dus echt alternatieve oplossingen hebt. We werken daar zeker aan en het is ook een landelijk programma om te proberen die Roundup helemaal uit de wereld te helpen. Ja, ik weet niet of we er nou over in discussie kunnen gaan, maar er zijn natuurlijk best andere manieren om toch dat onkruid te verwijderen. Oh ja. En daarvoor zouden we misschien de inwoners wel kunnen vragen om mee te helpen. En ik weet dat er ook al wel heel veel gebeurt. En heel veel mensen ook bereid zijn om zich daarvoor in te zetten. Goed plan. Ja. Kunnen we later in de discussie nog even over hebben. Nog een andere verhelderende vraag, mevrouw. Ja, meneer Abink. Nou, wat mij interesseert is dat de voedsel op scholen werd even zo genoemd. In hoeverre wordt er aandacht aan besteed? Want ik kom daar niet zo vaak meer. Maar wat ik daarvan hoor, dan wordt er van alles verkocht, maar weinig gezonde dingen. En in hoeverre houdt de gemeente zich daarmee bezig? En de schooltuinen. En wat, ik zie nieuwbouwscholen en dat is alleen maar... Ja, dat zijn alleen maar tegels. En denk ik, in hoeverre kun je dan zoiets opnemen in zo'n programma? En wat betekent het dan in de praktijk?
Nou ja, dit zijn natuurlijk dingen die, die gebeuren niet van de ene dag op de andere dag. Ja. En vooral niet als de mogelijkheden van een gemeente wat teruglopen. Nou, de troonrede, ik wil er niet flauw over doen wat voor samenleving we nu krijgen. En dat kunnen we ook niet zomaar zeggen van nou, daarna verwijzen naar onze koning en zeggen van nou, zo gaan we het doen. Dat is ook wat te simpel. Maar goed, we werken daar wel aan. Maar het is een heel proces om het denken van mensen te veranderen. Ook binnen onze organisatie. Ja. U had nog een vraag. Graag even de microfoon aan even uw naam. Ja, ik zag het woordje stadskantine. Even uw naam nog. Jan ter Haar. Ik zag het woordje stadskantine voorbij komen. Ja. Kunt u het nog even schilderen? Wat dat zou moeten worden? Nou, stadskantine. Ik denk dat er bedoeld werd de kantine in het stadskantoor. Of de kantines van de gemeentelijke gebouw. En daar heb ik al iets over gezegd. Dat is, Verder geen verhelderende vraag op dit moment. Dan gaan we met de laatste spreker verder. Suzanne, wil je... Ja, zo is prima. Ik ben Suzanne Groten. Ik hou me bezig met een ecologisch centrum in Enschede. In een eerder leven heb ik in veel tropische landen gewerkt als collega van mij, van Kees de Bie. Ik wil in mijn verhaal hoef ik gelukkig met de eerdere sprekers niet tegen te spreken. Ik wil hooguit een aantal punten beklemtonen en ook nog een aantal punten toevoegen. Ik wil met name ook ingaan op de mogelijkheden die een biologische productiewijze biedt om de algemene mondiale problemen aan te pakken. Nou, ik denk dat duidelijk is dat biologische productie en ook met name gecertificeerde productie beter waarborg biedt om geen voedsel te krijgen wat met allerlei schadelijke stoffen besmet is. Ik wil daar verder niet op ingaan. Dat is een veronderstelling dat daar binnen die sector minder wordt gefraudeerd als daarbuiten waar op een meer opportunistische manier met voeding wordt op omgegaan. Maar dat is een veronderstelling die anderen moeten beoordelen. Ja. Tweede is, ik wil aangeven dat voedselzekerheid ook met een nog groeiende bevolking voldoende kan worden gewaarborgd ook met biologische methodes. En er zijn zelfs wetenschappers zoals Pablo Titonel van de Universiteit Wageningen die stellen dat juist dankzij biologische methodes de wereldbevolking gevoed kan worden. En ten derde wil ik een nieuw begrip introduceren. Dat is voedselsoevereiniteit. Dat is namelijk het recht van kleine landbouwers en landgebruikers om zelf te bepalen op welke manier zij hun eigen voedsel willen verbouwen. En die dus niet geen zin hebben om afhankelijk te zijn van een Monsanto of een grote instelling of organisatie. Om voor hun te bepalen wat zij zouden moeten doen. Hoe zij aan hun voeding zouden moeten komen. Volgende. Kijken. Even iets over de Nederlandse situatie. Ieder jaar doet de Milieudefensie tellingen van ecologische producten in supermarkten. En dan wordt er in de krant, vindt men grote krantartikels met een bepaalde supermarkt die dan de geweldige winnaar is geworden van een dagelijkse ecotelling. En dan komt er bijvoorbeeld uit dat gemiddeld het aantal biologische producten in supermarkten inmiddels gestegen is tot gemiddeld 141 producten. En het aantal fair trade producten helemaal tot 35 producten is gestegen. Nou geweldig, daar wordt breed aandacht aan besteed in de kranten. Mijn vraag is echter, hoe staat dat in verhouding tot de 20.000 producten die je kunt vinden bij een Albert Heijn of die 10.000 producten die je kunt vinden
bij een plus. Wij moeten constateren dat 98% dus niet duurzaam geproduceerd is. Ook al zijn er allerlei nieuwe en eigen keurmerken voor bedacht om de indruk te wekken dat men een beetje goed bezig is. Als men een beetje kritisch is, daar prikt men daar gauw doorheen dat de dierenwelzijn met 1 ster niet echt geholpen is. Ik wil dus ook aangeven dat biologische methodes, niet alleen voor dierenwelzijn, belangrijk zijn, maar ook in staat zijn de groeiende wereldbevolking te voeden. Dit foto lijkt een beetje een willekeurige foto uit een willekeurig tropisch land. Een beetje rommelig, en dat is het ook vaak. Hè? Maar men ziet de belangrijkste kenmerken van biologische systemen, namelijk een cover crop waardoor stikstof gebonden wordt, heggen waardoor je erosie kunt tegenwerken, tegenhouden, en vooral veel bomen die ervoor zorgen dat er extra gewassen worden geproduceerd, niet alleen vruchten, maar ook veevoeder. En als belangrijkste functie van de bomen, zij werken als een nutriëntenpomp. Nutriënten uit de diepere ondergrond kunnen ophalen en die uiteindelijk naar de bladval, via de bladval en via de activiteit van het bodemleven omgezet wordt in humus en in voedingsstoffen. Waarmee men dus kunstmest kan vervangen en een biologische kringloop tot stand kan brengen. En daarom zeggen wij, als je veel op deze manier werkt, op een intensieve manier met biologische principes omgaat, kun je ook intensiveren met biologische methodes. En daar heb je weinig inputs voor nodig. Daar hoeven de boeren hun schaarse geld niet uit te geven voor hele dure kunstmest. Die dan ook nog een keertje onderhevig zijn aan speculatie fluctuaties in de prijzen. Nou ja, het is eigenlijk heel veel natuurlijk. Vegetarisme, ik vind het heel belangrijk de stelling te doen dat wie zegt dat 9 miljard mensen in 2050 ook daadwerkelijk gevoed moeten worden. Er zijn ook andere keuzes. Er zijn namelijk ook keuzes om je in te zetten voor family planning, om ervoor te zorgen dat de bevolking niet zo uit de hand loopt. En er zijn ook andere keuzes die je kunt maken om zoals vegetarisme bijvoorbeeld. En of verdeling landbouwproductie. Dat is toch een taboe wat ik wil gaan doorbreken. En een tweede is natuurlijk de tendens van landgrabbing. Dat de landbouw gemonopoliseerd wordt. En ook dit is een tendens die, zeg maar, de voedselsoevereiniteit van kleine boeren tegengaat. Ik denk dat ik nou even niet veel verder op deze punten in wil gaan. Ik wil op het laatst toch ook nog even de aandacht richten op Enschede. Er is namelijk een interessante studie geweest over wat men van het Enschede pennen. Wat de belangstelling zou kunnen zijn voor het zelf produceren van voedsel in Enschede. En er zijn al 23% van de inwoners die zelf in beperkte mate hun eigen voedsel kweken. Een beetje groente, een beetje fruit. Maar van de 77% die dat tot nu toe niet doen, zijn er wel 28% hebben een belangstelling om dat te doen. En dat is een veel groter potentieel. En ik heb uitgerekend dat betekent dat je 2 personen in de huishouding, volwassenen in de huishouding zou hebben, dat ongeveer 3.500 nieuwe tuinders zou kunnen opleveren. Die bijvoorbeeld in volkstuinen terecht zouden kunnen komen, of die in iets grotere aantallen in eigen tuin willen tuinieren. En ik heb nog geen enkele beleid van de gemeente Enschede gezien die een vergelijking maakt tussen behoefte en aanbod.
Dus ik roep de gemeente Enschede op ons te vertellen waar die volkstuinen dan zullen komen. En hoeveel. Anders dan blijven het toch maar losse praatjes. Ik heb hier een moestuin opgezet aan de Blekenstraat dit jaar. En we hebben al in de zomer de eerste picknicks kunnen houden in de tuin. Op een stukje braakliggend terrein met 35 nieuwe beginnende tuinders. Dus dat was hartstikke leuk. Het heeft enthousiasme gekweekt, samenhang. Het is geen oplossing voor voedselzekerheid. Maar het geeft heel veel voldoening. En zeker als er mensen bij betrokken zijn die toch werkeloos zijn. Die hebben daar heel veel aan. Ik vind dat dus ook in Enschede voedselsoevereiniteit een punt zou moeten zijn. Een agendapunt. Meer volkstuinen, maar ook kwantitatief aangeven hoeveel er eigenlijk komen en wanneer. Dat er beleidsdoelen worden gesteld. En als tweede is belangrijk dat de tuinen uit de marginaliteit worden gehaald, waarop neergekeken wordt. De volkstuinders hebben nooit een goed imago gehad bij de gemeente Enschede. En er is nooit veel belangstelling geweest. Er is nou net een nota volkstuinen uitgekomen. Maar dat is ook. Er moet nog wat gebeuren voordat ik zie dat het tot verandering leidt in de situatie. Langdurig werklozen kunnen aan het werk worden gezet. En ik vraag me af waarom niet een aantal simpele dingen worden toegepast. Zoals eigenlijk zou men overal fruitbomen moeten zetten in de plantsoenen. Kost weinig extra en is hartstikke leuk. Dat is het even voor mijn bijdrage. Dank u zeer. Misschien nog even een verhelderende vraag, of tenminste aanvulling. Ik weet niet of iedereen bekend is met het begrip landgabbing, maar een aardig voorbeeld is wat ik zelf in Kenia, Tanzania zie, dat landen als Vietnam, Saoedi-Arabië, India, China, Japan, die komen bijvoorbeeld naar Kenia, die zeggen die kopen dan 10.000 hectare op, boeren worden eraf gegooid en ze gaan verbouwen met eigen mensen uit China of uit Japan. En de voedsel die geproduceerd wordt, die gaat naar het land terug. China heeft dat net in land. Ja. Maar even voor mijn verhaal af te maken. De regeringen vinden het vaak prachtig, want in ruil daarvoor wordt infrastructuur aangelegd, wegen. En de boer is de dupe. Maar ja, ik zeg net Benno Buursink in China. Benno Buursink. Ik wil 3 keer zeggen, maar. In China heeft net in Oekraïne een stuk land gekocht, zo groot als heel Nederland, verhuurd voor 10 of 20 jaar. Ja, iedereen wordt geacht om daarvoor China te gaan produceren. En dan kom je ook een beetje op de discussie, of op dat stuk wat Suzanne net zei over family planning. Ik dacht dat China daar al jaren aan deed, maar schijnbaar niet goed genoeg, want ze hebben toch dusdanig dat nodig om in andere landen hele stukken, Brazilië staat bekend. En ook in Afrika, om daar op te kopen om hun eigen voedsel te gaan produceren. Dus ja, family planning, discutabel. Wacht even, is het een verhelderende vraag of anders gaan we dadelijk in de discussie? Even aan. Ik ben Bea de Groot en ik kom regelmatig in Kenia. En dan de bevolking explodeert. Dat wil ik maar eventjes zeggen. En de kerk die is heel erg tegen condooms, et cetera. Ik heb het soms over een onheilige alliantie van priesters, imams en macho's. Oké. Nog een andere verhelderende vraag. Ja, Paul Smits. Ik heb een vraag, want op een gegeven moment wordt er gesteld dat er 98% niet duurzame producten in de supermarkt liggen. En dan gaat er bij mij een belletje rinkelen dat dan worden mooie termen als biologisch en duurzaam en ecologisch en diervriendelijkheid worden allemaal op één hoop gegooid.
Terwijl ik daar toch wel graag wat meer onderscheid in wil zien. Want waarom zijn ineens 98% van de producten niet duurzaam? Dat was mijn vraag. Ik zou moeten zeggen gecontroleerd duurzaam. In de zin van dat er, dat er controle is op milieunormen, op dierenwelzijn en op sociale criteria bij het fairtrade. En dat is bij de meeste gangbare producten gewoon niet het geval. En een kleine minderheid van producten hebben wel een keurmerk. Maar dat zijn soms keurmerken waarin men probeert de markt tegemoet te komen. En dat is zeg maar een beetje een slap compromis soms tussen een echt duurzaam product en een niet duurzaam product. Dat is het enige wat ik wou zeggen. Ik wil niet zeggen dat een puur zwart-wit verhaal is. Maar als je naar de websites van supermarkten kijkt, van de reclameboodschappen, dan is het een en al duurzaamheid, verantwoord, bewuste keuzes, natuurlijk, ambachtelijk enzovoort. Dus er wordt heel veel met kreten gegooid en dat is greenwashing. En dat wil ik alleen maar even corrigeren met de feiten. Maar dit zijn punten voor een lekkere discussie dadelijk. Ik hoorde nog even geen andere vragen, tenminste verhelderende vragen, even op dit moment. Geen. Oké, nou, dank. Dan sluiten we dit stukje af. Dan gaan we naar de stellingen. Dames en heren, ik roep u op om actief te worden, want nou is het uw beurt. We hebben een aantal stellingen neergezet. En soms zijn ze ook zo geformuleerd om juist discussie te krijgen natuurlijk. En nou, we kunnen eens kijken of dat ons aanspreekt of dat het ons niet aanspreekt. De biologische teelt is de oplossing voor het voedselvraagstuk, omdat het duurzaam, gezond en milieuvriendelijk is. Nou, een beetje op jouw item doorgaand. Mag ik misschien even naar de panelleden kijken? Wilt u hierop reageren? Misschien typisch iets voor Suzanne? Er wordt soms een onterechte tegenstelling gecreëerd tussen een biologische teelt en een intensieve landbouw waarmee dan de wereldbevolking gevoed zou kunnen worden. Zoals ik heb in het plaatje heb verduidelijkt, je kunt ook ecologisch intensiveren en daarmee de voedselproductie verhogen. Alleen dat vraagt ook investeringen, vraagt ook inspanningen, maar gebeurt wel op een heel andere manier dan met grote machines met patenten op genetisch gemanipuleerde zaden enzovoort. En op een manier die beter aansluit aan de behoeftes van de kleinere boeren die nog steeds het merendeel van de mondiale landbouwproductie verzorgen. Misschien een van de andere panelleden, ja, Kees? De teelt die Suzanne in feite voor ogen heeft, is de traditionele manier die ook in Nederland voor eeuwen zo uitgevoerd werd. Het is inderdaad ecologisch verantwoord. Het is inderdaad, kan heel hoog productief zijn, maar tegelijkertijd ook heel erg labor, dus arbeidsintensief. Als je bedenkt dat op dit moment een derde van de wereldbevolking in steden woont en dat in 2050 ongeveer de helft zal zijn, dat eigenlijk niemand, ook in ontwikkelingslanden, op dit moment echt veel interesse toont om een toekomst te bouwen in landbouw. Men zoekt economisch gewin, zeg maar kattengespin in de stad. En in feite de culturen, de patronen zijn verbroken. En een oplossing is om terug te gaan, maar daar hoort een oplossing bij dat dan ook die populatie behoorlijk teruggeschroefd wordt. En daar zit een gigantisch conflict. Ik weet niet hoe je dat moet oplossen. Ik zie Suzanne naar de microfoon kruipen. Ja,
als je ziet hoeveel veranderingen binnen één of twee generaties kunnen plaatsvinden, dan ben ik niet bang dat ook daar verschuivingen kunnen plaatsvinden. Op het platteland, ook in ontwikkelingslanden, zie je veranderingen plaatsvinden. Veel mensen hebben een brommer. Ze kijken zelfs naar de televisie. Zijn er maar een paar. Ze hebben een mobiele telefoon tegenwoordig, waardoor ze minder afhankelijk zijn van informatie van beperkt aan van de dorpsleraar. Ze kunnen zelf de marktprijzen onderzoeken en proberen hun producten daar te verkopen waar ze het beste prijs krijgen. Ze worden zelfstandiger. Zowel vrouwen worden geëmancipeerder. Er zijn betere boerenorganisaties, coöperaties die erop gericht zijn om gezamenlijke belangen te behartigen. Daardoor wordt het leven, kan het leven, op zijn minst in sommige plattelandsgemeenschappen, ook beter worden. Ik kan dat in zoverre een klein beetje volg ik dat. Ik niet meer zoals vroeger zelf ter plekke, maar ik doe dat via de Fair Trade organisaties, die de partners zijn van natuurvoedingsinkoopcoöperaties. En die werken allemaal samen, zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Band. Ik ben lid van de coöperatie de Nieuwe Band. En de coöperatie koopt dus in bij vaste boerencoöperaties in ontwikkelingslanden. En dat zijn één-op-één relaties waar jarenlang samenwerking bestaat. Er wordt niet geswitcht tussen verschillende leveranciers, niet heen en weer. Er wordt geen poker gespeeld. Er worden vertrouwensrelaties opgebouwd en met die organisaties en de boeren die daaraan deelnemen, gaat het echt beter. Maar om nou even de knuppel in het hoenderhok te gooien. Als we allemaal biologisch willen telen, duurzaam, gezond, en we gaan door naar 9 miljard mensen in 2050. Als we dat dan op dezelfde manier gaan doen, dus zonder kunstmest, zonder bestrijdingsmiddelen, dan is mijn stelling, dan hebben we een tweede planeet nodig om iedereen van voedsel te voorzien en een plek. Wat zegt u daarop? Zoals ik al eerder zei, het is niet een zwart-wit verhaal. Ten eerste moet je iets aan family planning blijven doen en intensiveren. Want zoals de bevolkingsgroei in Afrika is geweest, dat kan gewoon niet voortgezet worden. Want de veranderingen, ook de intensivering, op welke manier dan ook, kan niet snel genoeg plaatsvinden om dat op te lossen. Ten tweede is ook een biologische productie betekent niet dat je bijvoorbeeld geen nutriëntentekorten kunt opheffen. Je kunt ook een keertje een fosfaat toepassen. Je kunt ook bepaalde vormen. Maar het gaat erom om de verliezen te beperken. En ook om de inputs minder kostbaar te maken. Zodat ze ook daadwerkelijk worden toegepast. Want veel boeren die gebruiken te weinig kunstmest. Omdat ze het te duur vinden. En daardoor gaat de bodemvruchtbaarheid achterwege. Kees, ben je het hiermee eens? Ja. Zoals ieder verhaal, het is stukken complexer dan dat. De moderne landbouw is eigenlijk gesticht vanwege de intensivering, gesticht vanwege de efficiëntie. Als je dan een debat krijgt over environmental impact, van in feite in Nederland is bewezen dat de impact van vele, vele kleine boertjes die allemaal iets fout doen, vele malen hoger is dan een grote boer die het intensief gecontroleerd fout doet. Dus eigenlijk de economie van schaal in dit geval speelt ook mee. Dan speelt natuurlijk nog meer mee van fosfaat af en toe erbij. Het is wel een noodzaak. De fosfaatvoorraad in Marokko bijvoorbeeld is over 20 jaar ongeveer op. De laatste grote fosfaat... voorraad die we kennen, die zit in China. Dat is genoeg voor 200 jaar. Fosfaat dat we gebruiken is niet herwinbaar. Dat verdwijnt allemaal in het slip in de oceanen. Ik denk dat de agenda eigenlijk in handen is ten aanzien van een kritisch element. En dat is fosfaat in de toekomst in de handen van China. Misschien wat... Misschien een beetje guana, oftewel vogelmest. Maar... Nu even naar de zaal gekeken. Ogenblikje. Ja,
beetje verlegen. Ik wil even reageren op Anneke Hooman. Op dat fosfaat. Ik heb net gelezen of gehoord. Amsterdam gaat het fosfaat winnen uit de plas. In de urine. De plas. Van de bewoners. Het zal wel een proefproject zijn, maar het begint. Er is in Wageningen een prof, en die Grietje Zeeman, en die is bezig met een heel groot project waarbij ze uit inderdaad de ontlasting, urine, allerlei dingen gaat terugwinnen. En dat kan op dezelfde manier als, of tenminste het systeem werkt op dezelfde manier als in een vliegtuig. Je trekt vacuüm, waardoor het niet vermengd wordt met water en dan gaan er een bacterie op los en dan komt er inderdaad weer fosfaat terug. Maar dat is natuurlijk niet een fractie van wat we eigenlijk nodig hebben. Maar goed, daar wil ik niet te ver op doorgaan. Ogenblikje, uw naam. Mijn naam is Henk Roekevis. Ik ben praktiserend veehouder, melkveehouder. We zijn geen biologisch veehouderijbedrijf. Wij produceren traditioneel gewoon voor de markt. Hier vanavond is een discussie, die is behoorlijk groen, vind ik op zichzelf eigenlijk. Zoals mevrouw veronderstelde eigenlijk, denk dat hij biologisch de wereld kan voeden in 2050 met 9 miljard mensen. Nou, ik ben van mening dat lukt nooit op die manier zoals u het van plan bent. Ik beacht het wel hoor, ik sta er wel voor om dat te doen. Maar dat lukt gewoon niet, want het is gewoon veel te arbeidsintensief eigenlijk om daarmee aan het werk te gaan. En het grootste probleem met voeding is nog, voor 20, 25 jaar geleden, toen werd er 25% van het salaris besteed aan de eerste levensbehoeften. En dat is op dit moment 11%. Dus de mensen die willen niet betalen voor het voedsel. En daardoor moeten wij veel meer produceren om een inkomen te halen. En dat is ook een groot probleem. Ja, nou, wat ik allemaal hoor... Zo, in de Dijk-Zwiering. Allemaal over hoeveel wat we moeten hebben over zoveel jaar. Maar laten de mensen gewoon allemaal minder gaan eten. We eten hier in het Westen allemaal veel te veel. En dat denk ik van, en dat mis ik eigenlijk nu op dit moment eigenlijk nog. Is eigenlijk het eten niet gewoon veel te goedkoop voor ons inkomen? Als het 3 keer zo duur wordt, gaat u er veel verstandiger mee om? Wat denkt u daarvan? Ja. Ik wil nog even één ding zeggen. Ja, gaat uw gang. Het is waar dat een complexer systeem, landbouwsysteem zoals met agroforestry bijvoorbeeld, dat het arbeidsintensiever is, dat is duidelijk. Maar je kunt ook met machines werken. Het is niet zo dat je biologische methodes per definitie allemaal handmatig zijn. Er zit meer werk in, dat is wel zo en dat is ook positief. Want anders moeten er nog meer mensen in de grote steden sigaretten gaan verkopen. Dus het gaat erom een leefbaar systeem te maken. En daar is geen blueprint voor mogelijk. Je moet het maken met het bestaande potentieel wat ter plekke aanwezig is. En je moet alleen gebruik maken van die biologische systemen die mogelijk zijn. En goed rekening hebben, hoe kom ik aan mijn nutriënten? En daarom heb je die diepwortelende gewassen nodig. He, want de meststoffen zijn anders toch een groot probleem. Om die in voldoende mate te kunnen gaan betalen. Zeker als je niet echt voor de markt, overwegend voor de markt produceert. Ik kijk gelijk even naar Boudewijn. Die wil daar zeker op reageren. En dat misschien ook naar aanleiding van onze derde stelling. Stadslandbouw is voor de lokale markt. Is dat inderdaad waar? Ik zal er aan vastknopen. Nou, als je dus de verhalen zo hoort, en dan landbouw moet steeds een probleem oplossen wat op een ander vlak gespeeld heeft. Als je dus kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, dan moest er dus een goedkoop voedselpakket moest er ineens komen. En daar heeft u enorm goed op ingespeeld, want u zegt nu voor de wereldmarkt te produceren. Maar dat tot 1960 ongeveer hadden we een manier van landbouwbedrijven die rechtstreeks uit de middeleeuwen kwam.
gewoon met bodemvruchtbaarheid, al dat soort zaken die helemaal normaal waren op een landbouwbedrijf, die zijn sinds die tijd zijn die gewoon chemisch geworden. Met bestrijdingsmiddelen, met kunstmest. Kunstmest is van na de Eerste Wereldoorlog. Toen we bommen konden maken, konden we ook kunstmest maken. Nou, allemaal dingen die dus gewoon in ons leven, die wij elkaar aandoen, die hebben tot gevolg dat er dan iets met die landbouw gebeurt, wat je moet intensiveren of anders moet doen. En de landbouw die moet het maar oplossen. En terwijl we daar dus echt ontzettend weinig belangstelling voor hebben, we gaan maar door in ons leven. En u als agrariër, ik heb een diep respect voor die agrariërs die steeds maar weer, ondanks die grote ketens die maar de boeren weer uitknijpen en nog maar weer lager, hè, want ze denken dat de consument dat niet wil betalen, dus die boeren moeten nog maar weer minder voor hun melk beuren. Ja, daar zit een eind aan. En ik ben bang dat we daar vlakbij zijn. Hilde, kan jij misschien hier ook op reageren, maar dan in termen van even een historisch perspectief van je schets van hoe het nu is, dat allerlei complicaties voor wat betreft de voedselzekerheid, maar ook voedselbetrouwbaarheid. Maar misschien ook even terugblikkend. Nou, terugblikkend, ik ben het er mee eens. Wij leven in deze tijd. Wij nemen eigenlijk de huidige voedselsituatie, de volle supermarkten, voor lief. Maar dat is eigenlijk heel betrekkelijk kort in de geschiedenis van de mens. Tot 1900 hebben we eigenlijk constante ondervoeding gehad. Een hele interessante visionair rond 1850, de heer Malthus, had toen al voorspeld. Hè, onze voedselproductie kan met de jaren groeien. Hè. Je kunt ineens landbouw krijgen, je kunt kunstmest krijgen. Maar het kan nooit genoeg groeien om de groei van de wereldbevolking te alle tijden te blijven voeden. Hij voorspelde destijds dat de groei van de capaciteit en de groei van de wereldbevolking rond 1950 elkaar zou ontmoeten, waarna je dus weer grote honger krijgt. Sowieso, het is oneerlijk verdeeld nu. We hebben in Europa hebben we het, in de westerse wereld hebben we het natuurlijk goed voor elkaar, maar er is nog heel veel wereldhonger. Wat ik daarmee wil zeggen is dat we kunnen het wel hebben over hoe gaan we het in 2050 doen. Maar daarna komt de volgende uitdaging. En ik denk dat je dan moet kiezen voor welke methode werkt op zo'n manier dat je in ieder geval niet de aarde uitput geen enkele toekomst meer hebt. Want de vraagstukken zoet water, de vraagstukken fosfaat, de vraagstukken olie, die allemaal voor de intensieve landbouw in ieder geval heel erg een heel grote rol spelen. Misschien hebben die van tevoren al eigenlijk die hele keuze onderuit gehaald, denk ik. Karel Huibertsen, het is denk ik ook een economisch probleem hoe dat je het wil aanpakken. Ik bedoel, in Amerika wordt op dit moment volop geëxperimenteerd met stadslandbouw. Mm-hmm. Om dus de grote steden uit eigen regio te kunnen gaan voeden. En daar zijn ook universiteiten bij betrokken. En het schijnt toch wel heel positief te gaan werken op lange termijn. Maar dat kun je natuurlijk niet op korte termijn verwachten. Maar daar is men wel druk mee bezig. Ja. Misschien mag ik daar nog even op reageren. Wij zien natuurlijk ook alle positieve initiatieven. Voedsel is hot geworden. Er zijn heel veel jongeren nu bezig met lokaal, ver in het seizoen eten. Leuke evenementen, eat-ins organiseren. Dat vinden wij fantastisch. Maar ik denk wel dat de industrie op dit moment dat toejuicht. Omdat het hun geen enkele aansporing geeft om in ieder geval op dit moment actie te ondernemen. Het is voor echt een elite die zich nu kan veroorloven om biologisch te eten. Heel veel supermarkten spelen daarop in. En Albert Heijn met een puur en eerlijk logo. Die eigenlijk voor al zijn bewerkte producten zijn belofte niet waar kan maken. Omdat maar één ingrediënt eigenlijk of diervriendelijk of biologisch of gecertificeerd hoeft te zijn. Dus consumenten moeten ten eerste heel erg kritisch blijven. Want iedereen die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt nu die, hoe noem je dat? In het land der blinden is één oog koning. Let er heel goed op. En daarnaast denk ik dat er gewoon veel grotere keuzes moeten worden gemaakt om ook de macht van de huidige industrie, die heel erg gecentreerd is, te breken. Het klinkt misschien een beetje hard, maar voor al ons eigen bestwil denk ik dat dat heel erg nodig is. Ik wil er nog wel iets over zeggen met een voorbeeldje. In de Maartenskliniek in Nijmegen, die hebben op enig moment besloten om alleen maar uit de omgeving, dus hun maaltijden, wat er heel wat zijn in het jaar, alleen uit de omgeving te halen. 50 kilometer rondom de Maartenskliniek, daar proberen ze dus hun voedsel vandaan te krijgen. En dat komt door een man. Iemand die de leiding heeft over die keuken,
en visie. En die zegt, ik zal iets dichter. Die zegt, we gaan het anders doen. En die koks, vertelde die, hebben dus alleen maar één mes of een schaartje om een zakje open te knippen en dat in het water te gooien. En dan heb je een maaltijd. Nou, die koks die koken weer, die staan weer fluitend achter het fornuis. De man blijft binnen het budget, wat hij van de verzekeringsmaatschappijen daar aan uit mag geven. De patiënten zijn laaiend enthousiast, de directie is enthousiast. Nou, het is een, nou, als je het over win-win situatie hebt, dan is het daar. Want ook die boeren in de omgeving, die leveren weer rechtstreeks aan degene die het ook gaat opeten. En dat is een groot goed, dat zicht van consumenten en producenten op elkaar, dat weer verbeterd wordt. Want Suzanne had het net over certificaten of keuring. Certificering. Ecomerkjes, de metamerkjes enzovoort. Fairtrade-merkjes. Maar het is eigenlijk zo dat als je bij Suzanne de winkel binnenkomt en Suzanne zegt, dit is goed, dan heb je al die merkjes niet nodig. Voor die Albert Heijns en dat soort zaken, daar heb je dat merkje nodig, omdat daar de onpersoonlijke situatie is. Maar voor het natuurvoedingssysteem zou je dus eigenlijk, natuurvoedingswinkels zou je eigenlijk die certificeringhouders nodig hebben. Omdat die mensen daar met elkaar, ja, ik overdrijf een beetje, ja, maar het is, daar gaat het wel om. Mensen met elkaar dingen doen. Het is te, anders te verleidelijk, want je kunt niet ieder product nalopen. Ja, en ik kan ook niet voor ieder product wat bij ons in een natuurvoedingswinkel ligt betuigen dat het goed of niet goed. Daar heb ook ik als winkelier heb ik die keurmerken nodig om juist ook dat vertrouwen aan de klanten door te kunnen geven. Ik ben, wat dat betreft, is het te simpel om te zeggen, ik ga maar geen keurmerk meer doen en iedereen mag op mijn blauwe ogen vertrouwen. Waar doelt u op als u het over een keurmerk hebt? Want ik ken maar één gecontroleerd keurmerk en dat is van Skal uit hier in Nederland. Ja, dat bedoel ik ook in eerste instantie. Maar als je verschillende type producten hebt, zoals bloemen, hout, dan komen ook andere vis, dan komen andere keurmerken nog om de hoek kijken. En ja, wij moeten ons bij dit inkoopbeleid, moeten wij ons ergens op kunnen baseren. En we kunnen niet van ieder van de paar duizend producten zelf kijken wat die boer daarvan, van welke boer het afkomstig is. Dat zou in een ideale situatie, kun je dat wel doen. Je kunt bepaalde producenten uit de eigen streek, dat doen wij dan ook rechtstreeks inkopen bij bepaalde leveranciers, vaste leveranciers. Maar je kunt het niet voor alle producten doen en dat zijn er gewoon te veel. Hilde, ben je het daarmee eens? Zoals dat geschetst wordt? Ja, ik denk dat het heel moeilijk is. Ik denk dat zodra de producent dichtbij de winkel, bij de consument zit, dat je dan al dichter bij de waarheid komt. Maar helaas heeft de Consumentenbond afgelopen vrijdag weer naar buiten gebracht dat eigenlijk bijna 100% van wat op etiketten staat niet klopt. En dan gaat het om ingrediënten. Ook weer omdat er weinig controle op is. En ook weer biologisch is heel fraudegevoelig. Dus ik baal er heel erg van dat de industrie een positieve, een hele goede stap zelf het geloof daarin ondermijnt door er misbruik van te maken. En daar zijn wij heel erg tegen, want de urgentie is heel hoog. En ik wil heus niet zeggen dat het allemaal slecht is, maar op dit moment is het gewoon heel moeilijk. Behalve als je het echt bijna hebt kunnen zien verbouwen. Nou, wat voor ons wel een verschil maakt is, hebben wij met geloofwaardige producenten te maken? Of hebben wij te maken met bijvoorbeeld producten die gepusht worden vanuit de dochter van een gangbaar voedingsmiddelenconcern? Nou, daar maken wij een verschil in. Hebben daar niet alle vertrouwen in. We zien dat sommige biologische producten plotseling zoet, vet op de massaconsumptie gericht zijn, terwijl dat voor die tijd niet was. Dat betekent dat er oorspronkelijk niet biologische producenten zich op die markt begeven en dan proberen een commerciële draai eraan te geven. En ja, dan moet men toch kritisch blijven kijken wat wegkoormarkt daar ook aan verbonden is. Is de zaal het daarmee eens? Mevrouw. Tini Hanninke, ik wil graag nog even weer terugkomen op
Wat u zei van de Maartenskliniek, even weer helemaal dicht bij huis. Als het in de Maartenskliniek zo gemakkelijk kan, waarom zou het niet in de overheidsinstellingen in Enschede ook kunnen? En u als vertegenwoordiger van de wethouder kunt dan misschien aangeven wat u kunt doen om dat hier in Enschede ook mogelijk te maken. Nou, daar kan je mee naar huis. In ons ziekenhuis? Of de gemeente? Gemeentelijk apparaat? Dicht bij huis blijven, ja. Nou ja, ik heb het persoonlijk heb ik het geprobeerd. Ik heb een discussie aangezwengeld. We hebben een of ander discussievormpje via het internet. Met onderling dus. Daar heb ik het op aangezwengeld. Ten tijde van het aanbesteden van schoonmaken, geloof ik. En de catering. En allerlei dingen worden samen dan aanbesteed. En ja, dan gaat het altijd over percentages en prijs. Het prijs is, nou, heden ten dagen is dat altijd doorslaggevend bij ons. Heel niks, ja. Moet het toch hier ook kunnen? U zegt dat het daar wel voor het geld kan. Ja. Nee, daar ben ik ook van overtuigd. Maar goed, als ik wethouder was, maar dat ben ik dus niet. Ik kijk even naar, ja, ogenblikje. Henk Roekenvis nog een keer. Ik wou hier nog eventjes praktisch op reageren eigenlijk. Kijk, wij hebben een bedrijf. Wij investeren in ons bedrijf. We hebben het afgelopen jaar wel voor een miljoen geïnvesteerd. Dus we zijn wel van afhankelijk van de afname van ons product. Dat moet gegarandeerd zijn. Dus als je nu allemaal aan kleine afnemers levert, dan ben ik niet gegarandeerd dat ik daar voor lange termijn eigenlijk mijn product kwijt word. Dus dan is het risico eigenlijk veel groter. Dus dat doen we niet. Nee, dat snap ik. Dat is ook het grote probleem, denk ik. En ik denk dat we ons als consumenten daar met z'n allen zorgen over moeten maken. Dat we u die zekerheid moeten bieden dat uw bedrijf voort kan bestaan. Dat is ook helemaal het principe eigenlijk van de biologische landbouw. Dat je een prijs betaalt voor een product die de boer in staat stelt om het product nog een keer voor je te verbouwen. Dus die zekerheid die u samen als boeren, als coöperatie dus eigenlijk hebt, die afnameplicht en leverplicht en dat u dus alles aan de coöperatie moet leveren, dat is een drempel voor, denk iedere boer om die geïnvesteerd heeft in grote stallen en koeien, om lokaal te gaan werken, ja. Hilde, ik zag jou. Ik hoorde de belofte als consument om de boeren een garantie te geven. Ik denk dat voor biologische landbouw dat daar wel iets minder complex is. Maar als we kijken naar de algemene producten die in de schappen liggen en de concentratie van de macht weer van de supermarktketens bijvoorbeeld. Albert Heijn die vorig jaar weer zijn leveranciers een verplichte korting oplegde. Ik werd daar heel erg boos om, want ik bedoel, zij hebben die macht. U zit vast aan één leverancier die u alles kan maken, want u heeft niet de toegang tot de consument. Daar wordt misbruik van gemaakt. En ik denk eigenlijk, met constante prijzenoorlogen en dergelijke, is het telkens ook de boer die daar de dupe van wordt. En ik zit niet te denken misschien dat de boeren zelf een keer het heft in handen kunnen nemen, want het is nu een soort vicieuze cirkel. Door constante kostenbesparingen moet constant schaalvergroting worden ingezet, met alle gevolgen van dien. En ja, ik vind het een oneerlijk verdeelde situatie op dit moment. Dat we juist eigenlijk de boeren op handen zouden moeten dragen en niet uitknijpen. Ja. Hier wordt een reactie. Ja, Paul Smits. Ik hoor nu dat de boeren dus eigenlijk niet zitten te wachten op het feit dat ze zelf maar hun klanten moeten gaan zoeken. En we hebben ook al gehoord dat biologisch eten eigenlijk op dit moment juist een eliteproduct is. Moet de oplossing voor het hele probleem dan niet juist buiten de biologische voeding zoals het nu is gezocht worden en inderdaad gewoon bij het beter reguleren van de algemene voedselketen en kijken hoe je die macht op een andere plek kunt leggen? Ik bestrijd Kees, dat het er niet... Ja, ik zag Kees naar de microfoon schuiven. Ja, in feite van alles valt en staat met een kritisch publiek. Van, ik denk dat dit debat bijvoorbeeld een hele duidelijke functie heeft van kritisch publiek, informed publiek, publiek dat zich uitspreekt.
van als je ziet van bijvoorbeeld, we hebben het over biociden gehad en hoe heet het, en de opkomst van biologische landbouw, juist om dat te voorkomen. Maar als je denkt aan een vrij recent biocide om insecten dus, nou, compleet om een gewaspest vrij te krijgen, echt 100%. Dat is een neonicotinoïde. Er zijn ongeveer 3 vormen van in de Nederlandse markt. Er wordt in Nederland op dit moment 20 ton per jaar van dat spul omgezet, gebruikt. Het is niet afbreekbaar, in biologisch afbreekbaar. Dus het is gewoon een opeenstapeling in de grond. De mens heeft er tot nu toe geen bewezen effecten van. Maar een microgram van het spul doodt een bij. Ja? We weten allemaal van de bijensterfte, maar de link en het bewijs dat het een met het ander te maken heeft. Het feit dat, hoe heet het, dat als wij geen bijen meer hebben, dat nou, de landbouw gewoon implodeert, heel snel. Dat weten we ook, dat is een kwestie van een aantal jaren. Dat op dit moment de EU, dus de Europese Commissie, een soort voorzichtige ban, dus een verbod heeft ingesteld op voorwaarde dat voor die en die en die teelde, dat betekent dan iedereen komt er gewoon onderuit. Je ziet hier voorraden bijvoorbeeld ook in bij tuinders van tonnen van dat spul. Van, wie gaat dat stoppen? Ja? Van het is een indirect effect, je wordt er niet ziek van, heerlijk, prachtig, maar wie gaat dat stoppen? Een tweede voorbeeld is misschien van juist niet biocide, maar gewoon natuurlijke toxides die in voedsel zitten. Als je denkt aan schimmels, neonicotides. Er zijn ongeveer 20 alkaloïde verbindingen die uiterst schadelijk zijn voor de mens. Je eet hele kleine hoeveelheden. Ze zijn carcinogeen, dus je krijgt er kanker van. Het stapelt zich op in je lichaam. Je beseft het niet eens. Dat is niet toegevoegd door niemand. 25% van de voedselketen die wereldwijd is besmet. In mindere mate, meer mate. 10% van de productie raakt erdoor verloren. Wie gaat daar iets over zeggen? Van, dat is zowel waar voor biologische landbouw, dat is zowel waar voor andere landbouw. Het wordt stilgezwegen, het wordt ontkend. Bijen blijken niet belangrijk te zijn. We gaan gewoon door tot ergens een lijntje gaat breken. En wie gaat dat op tijd stoppen? Dat zullen wij moeten zijn. Jullie doen hun best. Mag ik even naar de zaal kijken? Misschien een reactie? Ja, ho. Wacht even. Alfons Uiterwaal, Stichting Huis Aarde. Mijn vraag was ook, wie gaat het stoppen? Want eigenlijk heb je visie nodig, namelijk wel eens gehoord, of die woord heb ik wel eens gehoord. We hebben laatst het uitgerekend hoeveel gift er nou in onze bodem terechtkomt hier. En dan even niet denkend aan de landbouwsector zelf, maar we hebben hier een grote verbrandingsinstallatie. Het zijn er eigenlijk 4 in 1. En die staan maar te blazen. En ik heb uitgerekend dat we nou totaal 100 kilo kwik en 100 kilo cadmium hier in Twente hebben gekregen. En nog allerlei andere stoffen, dioxine en zo. Vanuit de verbrandingsinstallatie. Maar dat is al lang geen discussiepunt meer, want die wordt gefilterd. En dat afval wordt geïmporteerd vanuit andere landen. Dat wordt hier in Hengelo verbrand. En nu willen we zelfs giftige restanten van het afval willen we gaan begraven hier in de ondergrond. Nou, en daar praat ik dan mee met natuur- en milieuorganisaties. En die praten al heel lang met deze bedrijven die het willen gaan doen. En die zien helemaal geen probleem aankomen. En niemand is zich daarvan bewust wat daar speelt. Visie, waar is de visie, waar is de kennis, waar is de informatie? Er zijn ook andere processen die spelen. We zijn bijvoorbeeld, kinderen willen in de toekomst helemaal geen groenten meer en vruchtensap, want dat vinden ze allemaal vies. Want ze zijn helemaal geïndoctrineerd, getraind door die maximale bite en voedsel en smaak enzovoort. Dus dat zijn allemaal processen die je hebt. Je kan wel een mooi beeld schetsen van, ja, ik wil dit in mijn achtertuin doen. Dat ben ik ook zelf aan het doen al jaren. Maar ja, er spelen ook andere dingen. En je ziet dan, dan praat je met de overheid en die doet dat. Een wethouder die heeft dan wel zo'n leuk ideetje, maar de andere wethouders die,
Dat kan ze niet schelen, want we hebben hier alles verdeeld in zuilen. En waar is die visie? Waar is de totaalvisie? Dat is de grote vraag. Mm-hmm. Kijk maar even naar Boudewijn. Ja, totaalvisie. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Ja, dus dat betekent ook dat er dan een hele periode valt er gewoon dan al uit. Maar ja, ik ben het wel mee eens dat mensen, ook als je voor 4 jaar gekozen bent, en ook als je voor in een partij die niet heel breed steun heeft in een raad, kun je met visie kun je een hoop doen. Er zijn, als mensen gedreven zijn voor een onderwerp, dan bereiken ze iets. We hebben hier verschillende wethouders in Twente gehad die gewoon veel dingen bereikt hebben. Gewoon omdat ze persoonlijk ergens heel goed over nagedacht hadden, maar er ook in geloofden dat het kon gebeuren. En daar wordt iedereen enthousiast van. En dan gaan allerlei stemmen mee in zo'n proces. Maar dat is dun gezaaid. Hilde, ja? Jou wil reageren? Ja, ik vind het goed om te horen dat er, hè, en ik geloof ook zeker dat op politiek niveau, op elk niveau in Nederland, dat daar ambitie zit en dergelijke. Het is alleen, op dit moment is het gewoon moeilijk om van de Rijksoverheid een visie te verwachten op dit vlak. Wij ondervinden aan den lijve de lobby van de industrie. Ik was vorig jaar bij het verkiezingsdebat waar de FNLI, dat is de Federatie van de Nederlandse Levensmiddelenindustrie, die had een debat georganiseerd. Die had daar allemaal gekleurde stellingen als het zal niet zo zijn toch dat de overheid zich met kindermarketing gaat bemoeien. Hoe werkzaam is een zoutreductie? De industrie zal zijn eigen duurzaamheid wel oplossen. Heel gekleurde stellingen. De FNLI sloot haar af met eigenlijk de conclusie bij elke stelling. En achteraf kreeg elk Kamerlid een manifest mee waarin stond dat het huidige kabinet met zijn handen afbleef van de industrie. Met als dreigement, wij zijn de economische motor, wij zorgen voor werkgelegenheid. Jullie blijven van ons af. En jullie garanderen ons dat het niet alleen om deze kabinetsperiode gaat, maar ook voor de kabinetsperiode daarna. We zien dat er miljarden worden uitgegeven in Brussel. Gelukkig zijn er nu waakhonden in Brussel. Wij doen ons best om dit ook naar boven te brengen. Ik denk dat de consument dit moet weten. Mensen denken eigenlijk vaak in Nederland, daar is alles nog wel clean. Weet je, een Unilever, Albert Heijn, weet je, de nationale bedrijven hebben nog een aardig clean imago. Maar het klopt niet. En ik denk ook op dat gebied transparantie. Op het moment dat consumenten het echt niet meer pikken, kunnen we echt samen een verschil maken. Maar het is een lange adem, want het gaat om zoveel belangen. Het is een lange strijd, maar er moet wat gebeuren. Suzanne, ja. Ik wil vooral vragen om gespitst erop te zijn om biologische productie of denkwijze, ecologische denkwijze, als een luxe probleem of als een elitair probleem, een elitaire zaak af te schilderen. Het is namelijk zo dat de maatschappelijke effecten zo groot zijn dat wij ons niet kunnen permitteren om die problemen te ignoreren. En wij moeten ook de maatschappelijke kosten die al die vervuiling met zich meebrengt, zoals de vervuiling van de verbrandingsoven, de bijensterfte, de hormonen, de MRSA-besmettingen, de antibiotica gebruik enzovoort. De maatschappelijke kosten daarvan, die moeten wij optellen bij de kosten van de producten die je in de supermarkt tegenkomt. De gangbare producten. En dan kom je tot een hele andere rekensom. En daarom wil ik dat de biologische productie en consumptie niet in een hoek wordt gezet. Want het staat midden in de maatschappij. Het probeert de belangrijkste de dreigingen die er zijn, te voorkomen. Of tenminste uit te sluiten. Hilde, jij wou reageren. Ik weet dat ik dat net aangaf. Het was niet mijn bedoeling om biologisch onderuit te halen. De realiteit is,
dat nu een zak chips of een zak M&M's gewoon goedkoper is dan een biologisch potje bietjes of iets dergelijks. Dat is wat de consument ziet. Als je inderdaad kijkt naar alle kosten van een ongezond voedingspatroon, dan kost een hamburger, hadden ze laatst uitgerekend, $100. Dat zou niet op kunnen wegen tegen een biologisch voedselpatroon. Dus als je eerlijk alle kosten inderdaad van de alternatieven door zou berekenen, weet ik ook zeker dat biologisch er veel beter uit zou komen. Het is alleen nu gewoon moeilijk. Wij horen dat vaak als argument. En bovendien, biologisch, het is iets van, wat was het, 5% van de markt die nu biologisch is? Ik weet het niet zeker. In ieder geval, meer? Okay. Minder. Minder, oké. Okay. Nou ja, 3%. Maar wel meer dan 1 miljard sinds vandaag. 1 miljard, dus, klopt. Ja. Dus er zit een enorme stijging in. Ik vind dat een heel goed signaal. Maar ik denk ook inderdaad dat er nog best kostenbesparingen in te vinden zijn. Omdat je het nog niet eens op een hele grote schaal hebt uitgelegd. Heb uitgevoerd. Dus wil ik even zeggen. Ik keek even naar stelling 4. Die hadden we net, maar die ging over paardenvlees. Nou, dat hebben we genoegzaam behandeld. Verbetering van het rantsoen voor koeien geeft een verbetering van de melkproductie en dierenwelzijn. Nou, dan kijk ik naar u. Klopt dat? Wij houden de koeien eigenlijk om ons geld te verdienen, dus het rantsoen is optimaal. Daar zorgen we wel voor eigenlijk, dat die melkproductie ook optimaal is. En het hoeft niet te zijn direct de top, maar ook wel voor het dierenwelzijn. Dat het dier lang blijft leven en dat we er lang een koe aan hebben. Dus geen eendagsvlieg. En het welzijn, daar zijn we continu eigenlijk mee bezig. En dat is de wetgeving die dat ook regelt voor ons eigenlijk wel, dat we daaraan moeten voldoen. Dit komt een beetje voort uit de Wageningse school, deze stelling. Want even kijken, als je naar Brazilië bijvoorbeeld kijkt, daar heb je 1 koe per vierkante kilometer. En vaak is dat nog niet genoeg voor het rantsoen. Dus die boer die koopt dan nog eens 20.000, 50.000 hectare erbij om de dieren gewoon een voedsel te kunnen geven. En daar komt eigenlijk deze stelling vandaan, van als je een goede productie hebt, een goed rantsoen, dan kom je in uw straatje van, dan heb je gewoon een optimale omstandigheden voor een goede melkproductie, maar ook een goed dierenwelzijn. Iemand die erop wil reageren? U wou wat zeggen. Is dat Mirjam Verbeek, is dat niet de helft van dat koeienvoer, soja en dergelijke, dus bij ver weg grote stukken landbouw voor gebruikt worden? En dan moet het ook nog een keer met een boot of wat dan ook hierheen komen. En dan kunnen die koeien er wel goed bij staan, ja. Ja, maar dan moet dus wel wat gebeuren aan het rantsoen. Ja, ik wil mijn buurman niet werkloos maken, tegendeel. Maar kunnen wij ook de vraag stellen, is het wel nodig om melk te drinken voor volwassenen en vlees te eten? Ik denk dat soort vragen belangrijker zijn. Als je ziet hoe ongezond melk is voor je botten en voor je hart en vaten. Ja, schijnt juist slecht te zijn voor je botten en melkproducten. Maar goed, dus dat soort onderzoek is gedaan, maar er zijn zulke grote belangen die dat wegdrukken. En hoe komen wij toch aan onze informatie? Want die belangen, die marktbelangen, die bepalen ook wat voor informatie we krijgen. En we zitten als het ware in een tang. Wie mag ik daar? We zijn gewend in deze maatschappij om te meten en te wegen. En dat betekent dat je dus gaat kijken wat het voedsel is wat het beste die melk produceert. Dus je al die ingrediëntjes die tel je bij elkaar op, die losse ingrediëntjes, en dat wordt je voer. Het een haal je uit Engels rijgras, het andere haal je uit mais. En wat je dan nog tekort komt, dat voeg je aan krachtvoer voeg je toe. Maar goed, als je dus kijkt naar een grasmengsel wat op biologische bedrijven bijvoorbeeld staat, dan is het alweer veel gevarieerder. Maar wij proberen dus die koeien, hoeveel respect ik ook voor de landbouw heb, proberen we toch die beesten naar onze hand te zetten. Hè? Want wij willen grote stallen, dus die hoorns die moeten eraf. Terwijl als je kijkt naar de biologisch dynamische landbouw bijvoorbeeld, daar wordt dus enorme waarde gehecht juist aan het zijn van het beest.
en de relatie in zijn omgeving. En dat soort dingen die worden met meten en wegen worden die er allemaal uitgehaald. Ook als je achteraf kijkt naar smaakpanels. De wetenschap die onderzoekt ook de tomaten bijvoorbeeld. Biologische tomaten en gangbare tomaten. En vinden dan geen verschillen als ze meten en wegen. Terwijl de mensen die daar die productie gedaan hebben, die zijn daar toch die zijn daar op een andere manier mee bezig geweest. Die hebben de bodem gevoed om een gezonde plant te krijgen en die hebben niet het gewas gevoed. Daar krijg je in mijn mening een heel ander product van. Maar goed, dat is natuurlijk nog wel die spirituele kant eigenlijk van waar we mee bezig zijn met z'n allen. Dat is nog zeker een brug te ver. Want de afstand die we nu aan het nemen zijn tot dit soort landbouw, die is wel heel erg groot. Ik kijk dus nog even naar Kees voor een reactie. Ja, misschien wat water op het vuur gooien. Melk, zoals u de melk teelt, is waarschijnlijk ontzettend gezond. Als je een rijk kruidenmelange aan een koe geeft, op dit moment heb je enorm gevaar. En de Voedsel- en Warenwet, ik denk dat jij dat wel kan bevestigen, vindt steeds meer een gif in melk, in kaas, in boter, wat voortkomt uit het Jacobus kruiskruid. Wat echt een invasive species is. Het staat letterlijk al overal. Het is heel moeilijk weg te krijgen. Het hoopt zich ook weer op in je lichaam. Dus je plast het niet uit. En je lever gaat eraan kapot. Drink je thee gemaakt van één bloemetje, ben je dood. En dat wordt dus nu al ruim en steeds vaker in melk, kaas, boter gevonden. Jammer, hè? Ja. Dan kun je beter weten dat je alleen maar rijgas geeft. Dan vind ik die melk lekkerder. Ja, oké. We pakken even een volgend item. De plofkip is duurzamer en beter voor het milieu dan de scharrelkip. Nou, zegt u het eens. Nee, waarom niet? Nee, hier reageer ik eigenlijk niet meer op. Ik ben Hiske Lomans. Ik vind dat zo triest en je krijgt zoveel rommel binnen. Je bent wat je eet. Geef mij maar minder vaak vlees, maar dan een klein stukje echt een lekkere scharrelkip. Ik kijk even naar. Ja. Paul Smits, daar ben ik het niet mee eens. Als je kijkt naar hoe we efficiënt vlees kunnen produceren, is het sowieso kunnen er meer mensen vlees eten als ze dat met plofkippen doen. Dat betekent niet dat ik een voorstander ben van plofkippen. Ik vind het een verschrikkelijk iets, maar deze stelling is niet onwaar. Je kunt duurzaam produceren, je kunt energiezuiniger produceren door die kippen te laten ploffen. Oké, okay. Nou, nog meer reacties? Ja. Ik ben de groot, maar je hebt 200 gram vlees per week nodig voor je gezondheid. Dat is heel weinig. En hoe doen ze dat in China? Want er is iedereen vegetarisch. India. Ja. Niet meer, hè? Ja, pak die maar even. Tjerd Boutstra, dit is alleen, ik hoor plofkip, ik hoor rundvlees. Maar waarom zou het geen insect kunnen zijn? Om een insect vast te krijgen, heeft hij maar één keer zijn eigen gewicht nodig om te eten. Terwijl een koe of een rund, die heeft wel 10 keer zijn eigen gewicht nodig. Dus zouden we deels eigenlijk vegetarisch voedsel kunnen maken, maar ook een stukje eiwitten binnen kunnen krijgen. Dat is ook misschien een idee. Ja, ik denk dat idee eigenlijk al heel erg goed wordt uitgezocht. Nu volgens mij het ministerie van ELNI destijds, die hebben dat een tijdje in de kantine gehad volgens mij. Maar ik denk zeker dat daar kansen zitten hoor. Het is een veel efficiëntere manier van eiwitproductie. En hoe duurzaam, waarom moeten we tussen de plofkip en de scharrelkip kiezen? De vraag is eigenlijk of we überhaupt vlees kunnen blijven eten met z'n allen. Dus ja. En ik denk in het algemeen kunnen we praten dat er toch een verschil is, een afweging is tussen kwantiteit of kwaliteit van leven in het algemeen. Dat geldt zowel voor beesten, maar ook voor mensen, zoals ik al eerder gezegd heb. Hoeveel mensen wil je voeden? Hoeveel dieren heb je nodig om zoveel mensen te voeden? En of kies je voor een levenskwaliteit
met een kleiner bevolkingsaantal, waar je gewoon op een normale manier, op gevarieerde manier, je kunt voeden zonder gedwongen te zijn om astronautenvoedsel of van allerlei rare nieuw producten, weefselkweek en dergelijke, te moeten nuttigen om om te kunnen leven. Ik wens het onze kleinkinderen niet toe om voor een culinair avondje uit aan de proefeten Enschede mee te moeten doen, terwijl ze de keuze hebben uit meelwormen of uit springkanen. Ik geef maar een beetje een overtrokken beeld, maar het is toch een kwestie van hoeveel, wat is kwaliteit, willen wij naar kwaliteit streven van leven of naar kwantiteit? Ik heb zelf heel veel springhanen gegeten en die waren best lekker. Gewoon kan je lekker frituren en dan zijn ze perfecte eiwitbron. We kijken even naar de volgende stelling. Multinationals zoals Monsanto die gewassen en zuigoed patenteren zorgen voor armoede van de kleine boer. Misschien een open deur, maar misschien ook een aardige voor Hilde als aftrap? Ja, dat kan. Helaas zit Monsanto nog niet in onze eigen campagnes. Ik hoop daar zelf verandering in te brengen. Maar ik denk dat armoede maar slechts één aspect is. Monsanto heeft zoveel macht en die maakt boeren de dupe van grote beloftes voor opbrengst van gewassen. Waar vervolgens een contract aan zit van dat je niet meer je eigen zaden mag gebruiken. Waar je hele dure pesticiden voor moet gebruiken. En die vaak niet eens een beloftes nakomen, omdat op een gegeven moment onkruid pesticidenresistent wordt. Ik denk Monsanto is een partij die gewoon te veel macht heeft, geen ethiek. En het gaat om zowel armoede als milieuaspecten, als sociale aspecten in dit geval. Ja. Kees, als deskundige. Nou, misschien niet ten aanzien van Monsanto. But, misschien een paar opmerkingen. Genetisch gemodificeerd gewassen. Die zijn gecertificeerd. Je weet wat je krijgt. Allemaal prima. Maar ze zijn gepatenteerd. En dat is alleen mogelijk in Amerika. Niet in Europa. Wat wel gebeurt is. De telers zijn vaak zo handig. Dat ze weten. Dat je van hetzelfde gewas. Als je goed produceert. Geen zaaizaad kan oogsten. Want dat produceert weer juist helemaal niks. Dus het is eigenlijk een soort. Naast het feit dat het gepatenteerd is, het is ook een afhankelijkheid creëren voor de boer. Nou, je weet precies wat je krijgt. Er zitten beloftes aan vast. Het zaaizaad heeft een bepaalde kwaliteit. Bijvoorbeeld, het is resistent. Wat is ook hier in Europa en ook in Nederland, er staan best wel wat hectaretjes. Het is resistent tegen bepaalde insecten. Bijvoorbeeld mais. Is resistent tegen stemborers. Dus die rupsen die in de stammetjes zitten. Nou, dat bespaart op theorie, en dat klinkt allemaal geweldig, het bespaart heel veel spuiten. Dus in feite is het economisch zeer rendabel voor de boer, want je hebt een mooi, gezond, goed gewas er tegenover van je bent afhankelijk van de teler. Het nadelige plaatje is van de discussie in Europa ten aanzien van gemodificeerd spul, is van de langdurige effecten op gezondheid. Is en blijft een discussie. Er was vorig jaar een artikel uit Frankrijk. Dat als je ratten teelt of voedt langdurig met gemodificeerd graan van mais, die kreeg allemaal kanker. Er waren fouten, er zaten fouten, of in ieder geval problemen met de proefopstelling. Maar dat neemt niet weg dat de conclusie fout is. Dus er blijft een discussie. Ja. En ik denk terecht. Helemaal terecht. Ja. Kijk nog even naar de zaal. Ik heb eigenlijk een vraag. Ja, dat mag, maar. Ik ben weer Hiske Loomans en ik heb een vraag. En ik weet eigenlijk niet aan wie ik hem moet stellen, maar kijk naar uw richting uit. Het gaat over, je hebt natuurlijk gewassen en daar komen soms beestjes in die je liever niet wil hebben erin. Dat heb je ook in je eigen tuin. En je wil niet met gif bezig. Ik weet dat er op het ogenblik mensen aan het experimenteren zijn. Bijvoorbeeld het homeopathisch.
te doen. En ja, dat is nog heel weinig meer. Maar kan zo'n onderzoek gestimuleerd worden? Want dat is natuurlijk, ik weet dat homeopathie en de overheid, dat de overheid er allergisch voor is. Dat ze er, dat heel eng vinden. Maar ja, ik heb zelf in het klein meegedaan met zo'n experiment. En ik ben helemaal verbaasd. Slakken blijven weg als je daar één keer een week een hoek minieme verdunning spuit met dode slakken. En het is wonderbaar. Ik zou dat onderzoek graag eens eigenlijk een impuls willen geven. Of kijken, kan Wageningen misschien daar wat aan doen? Nou, misschien dat ze dan dat beter... Er zijn hele nieuwe methodes ook van plaagbestrijding die zeer ecologisch en biologisch verantwoord zijn. Ik stond zelf persoonlijk heel kritisch tegenover homeopathie. En dat ben ik nog steeds, want ik begrijp het niet zo heel goed. Maar ik heb wel een observatie gedaan. Bijvoorbeeld bij allergieën reageert het lichaam ook op minieme sporen van bepaalde stoffen. Dus er bestaat de mogelijkheid een trigger-effect tot stand te brengen via minuscule hoeveelheden van bepaalde stoffen. Dat maakt voor mij het theoretisch aanvaardbaar dat je ook met homeopathische middelen, misschien niet de extreme verdunning, maar met bepaalde stoffen een dergelijke trigger-effect in een lichaam tot stand kan brengen. En waarom kan men dat niet meenemen? Dat gaat het in het onderzoek. Dat lijkt me niet moeilijk. Maar er zijn andere methodes die misschien wat meer veelbelovend zijn in sommige opzichten. Natuurlijk de vormen van biologische plaagbestrijding, dat men probeert een ecosysteem na te bootsen met roofinsecten en dergelijke. En daar heeft men al heel veel ervaring op gedaan. Het is ook commercieel al toegepast. Op die manier heeft de biologische teeltwijze zelfs tot het succes van de Nederlandse kasteelt bijgedragen. He, want dat is in sterke mate al toegepast binnen de Nederlandse geïntegreerde kastbouw. Kasteelt. Maar er zijn ook andere technieken, zoals bijvoorbeeld UV-licht. Er wordt heel veel tegenwoordig gewerkt, of er wordt nou ook gewerkt met ultraviolet hard licht, wat schadelijke insecten kan doden zonder dat je daarvoor chemicaliën nodig hebt. Dus wat dat betreft is ook de biologische sector, of zeg maar, niet per definitie een dogmatisch of ouderwets truttig sector. Er zijn volop nieuwe technieken en methoden in ontwikkeling om met dit soort situaties en plagen om te gaan. Ja, ik wou eigenlijk een beetje afsluiten, want de klok loopt naar tienen. Nou, ik wil mevrouw even wijzen op het Louis Bolk Instituut in Driebergen, wat veel onderzoek naar dit doet, naar dit soort zaken. Louis Bolk Instituut in Driebergen. Volgens de VN belandt een derde van de geproduceerde voedsel in de prullenbak. De consument moet op die verspilling aangesproken worden. Kees heeft het al bij zijn inleiding genoemd. We hebben het al eerder genoemd. Kunnen we daar op een andere manier nog op reageren? Je kan zeggen van ja, er moet een wetgeving komen, maar we moeten het zelf doen. En er zijn al goede initiatieven bij restaurants, bij hotels en dergelijke instellingen. Maar het is nog steeds mondjesmaat. Misschien kan Hilde daar nog wat leuks van vertellen. Nou, hij is nu heel erg op de consument gericht, deze stelling. Wat mensen vaak over het hoofd zien is dat de industrie zelf daar een hele grote rol in speelt ook. Er is onlangs wetgeving gekomen, of eigenlijk opgeheven. Er was eerst wetgeving dat er alleen maar rechte komkommers en dergelijke geïmporteerd mocht worden. Dat is inmiddels opgeheven, maar wat doen de supermarkten? Die leggen nog steeds geen kromme komkommers in hun supermarkt. Consumenten zijn gewend aan een mooie cosmetische appel, et cetera. Dus aan de ene kant kun je zeggen, de consument moet erom vragen, maar als de supermarkt het vertikt om het in de schappen te liggen, hoe ga je mensen dan leren dat gewassen er ook op een andere manier uit kunnen zien? En bovendien, ook wordt er heel veel weggegooid dat op de tenminste houdbaar tot datum in de schappen ligt. En daar heeft ook de supermarkt zelf een verantwoordelijkheid in. En hebben we het nog niet over grote porties gehad en dergelijke. Maar ik vind het is een bredere verantwoordelijkheid dan het alleen bij de consument leggen. Ja.
Ja, Suzanne. Mij valt iedere keer weer op dat mensen geen flauw idee hebben wat het verschil is tussen tenminste houdbaar tot datum en het te gebruiken tot datum. En daar is ook de rol van voor de wetgever weggelegd om dat verschil duidelijker te maken. En ook de ruimte, zeg maar, te vergroten voor de winkeliers om hun eigen verantwoordelijkheid daarin te nemen. Ondanks zelf. Ik ben in dit geval wel voor zelfregulering. Want als winkeliers het slecht doen, worden ze afgestraft door hun klanten. En ik vind het echt vreselijk om gedwongen te worden om producten waarvan ik weet dat de producteigenschappen hetzelfde zijn, dat ze goed zijn, die weg te moeten gooien. Alleen omdat de voedselwarenautoriteit eist dat ik tenminste houdbaar de producten met een tenminste houdbaar datum niet in de winkel mag houden. Ja, dan heb ik al een leuke voor de gemeente Enschede trouwens. Want we hadden eens een keer een vergadering met tussen de middag, een lunchvergadering. En daarna werd alles wat over was, werd weggegooid. En toen heb ik het nog gevraagd om het mee te nemen voor mensen die niets hadden. En die middag mocht dat meegenomen worden, maar de volgende middagen niet, want dat mocht niet van de Voedsel- en Warenautoriteit. En ik denk, nou, als er iets schande is dat mensen uit de vuilnisbakken moeten eten, terwijl het goede voedsel, wat er fantastisch uitzag, wat heerlijk was, dat dat dan zomaar even weggegooid wordt. Ja. Zijn wij niet de enige, hoor, die dat... Ja. Ik ben Corrie Veldhuis. Ik werk zelf in de zorg. En daar krijgen we iedere middag voor de bewoners op een bepaald punt krijgen wij eten. En dan blijft er over. Wij als medewerkers mogen er geen hap van eten. Het gaat in bakken, weg, naar terug. En er wordt zoveel weggegooid. Dan denk ik, hoe haal je het in je hoofd? Als mensen zeggen, ik hoef echt maar een half portie eten. Wordt gewoon voor hup. Voor 14, 15 mensen wordt eten gebracht. De helft gaat terug in een grote bak en wordt weggegooid. Nou, dan denk ik, laat dan een medewerker ervan mee eten. En zegt niet, nee, je mag er geen hap van hebben. Moet in de vuilnisbak. Dat gaat met brood, met vleeswaren, met kaas, met alles, met melk. En je mag het zelfs niet meer aan het varken voeren. Nee, maar ik mag er zelf geen slok van hebben. Karel de Jonge. Ik koop bij Albert Heijn heel vaak magnetronmaaltijden, THT, en dan krijg ik 35% korting. Ik begrijp nu dat ik dan heel milieubewust bezig ben. Hartelijk dank. Ik ben Hermine Jansen van de Slichten. Op het ogenblik komt het wel veel meer voor als je ergens gaat dineren. Dat het overige wat je op dat moment echt niet op kunt, dat het meegenomen mag worden naar huis. Dat vind ik toch wel een pluspunt worden. Ja. Wel, zijn er nog brandende opmerkingen, aanvullingen, suggesties die wij... Diezelfde Albert Heijn heeft alles in zulke grote porties, dat als je een klein... gezinnetje hebt, bijvoorbeeld met z'n tweeën bent, dan moet je 3 dagen hetzelfde eten. Ja. Mini Abink. Nou, ik heb een tijd geleden, en misschien hebben velen van jullie dat gezien, de NTR-academie gezien. En dan denk ik, de jeugd heeft de toekomst. En dat was een hoogleraar uit Rotterdam, van de Erasmus Universiteit. En die had een heel project opgezet met een school. En die kinderen die leerden en de verantwoordelijkheid voor allerlei dingen dragen. En het groenten verbouwen. En er werd gekookt en ze leerden alles weer eten. Dus die leerden en een goede smaak ontwikkelen en de verantwoordelijkheid dragen. Dus ik dacht van nou, dat is geweldig. Graag even uw naam nog. Kunt u erbij? Welkom. Ja, ik ben mevrouw Keizer. Ik heb alleen een opmerking. De hele avond hoor ik alleen maar een opmerking van de supermarkt Albert Heijn. Terwijl we hebben Jumbo, we hebben FD. Ja. Klopt als een bus hoor, ja. Ja, maar ja. Vind ik wel jammer gewoon. Want als je aan het spreken bent,
Dan moet je al die supermarkten gewoon dus aanspreken. Ja. Ze doen allemaal hetzelfde. Nou, ik woon dus in Amsterdam en daar is Albert Heijn de enige supermarkt. Dus het is bij mij even vrijwel de enige monopolie. Dus het is mijn associatie, maar heeft groot gelijk. Alle supermarkten doen daar aan mee. Ja. Ja. Dus bij deze. Ja, goed hoor. Wel, dames en heren, het is 10:00 geweest. We hebben een boeiende discussie gehad. U heeft nog een laatste opmerking. Een kritische. Ik ben Yvonne Huibertse en ik zou eigenlijk graag willen weten wat de rol is van Foodwatch, wat hun status en invloed is. En enkele keren wordt hier de NVWA genoemd. Waarom is er niemand van de NVWA in dit panel? Want die worden vaker genoemd. Ik weet niet wat de reden is waarom er niemand van de NVWA in dit panel is, maar Foodwatch, wij bestaan sinds 2002 in Duitsland. Daar is het inmiddels echt tot het instituut, zeg maar, of de organisatie uitgegroeid die eerlijke informatie over voedsel kan geven. Ze hebben daar al verschillende strengere vormen van wetgeving geïmplementeerd, bijvoorbeeld na Fukushima, de explosie daar, radioactiviteit in voeding. Ze hebben ervoor gezorgd dat Europese wetgeving die op dat moment minder streng was, zodat er Japans eten in Europa geïmporteerd kon worden met hogere radioactiviteit dan daarvoor toegestaan, dat bijvoorbeeld is teruggedraaid. Er zijn strengere wetgeving ingevoerd op het gebied van verschillende stoffen, acrylamide, uranium in drinkwater en dergelijke. In Nederland zijn we nog klein, we bestaan nu 3 jaar. We werken met bijna 4 FTE. Wat wij nu doen is heel erg aan het maatschappelijk debat en politiek debat ook werken. Dus wij komen heel veel in de media. We hebben vorige week het Gouden Windei uitgereikt voor het meest misleidende product. Misschien heeft u dat gezien. Dan komt Radio 1 erbij. We zijn in alle grote kranten geweest. Er zijn politici die daar door contact met ons opnemen. We gaan regelmatig naar Den Haag. We hebben een kantoor in Brussel om daar te lobbyen. Het blijft moeilijk, want de verhouding is ongeveer 1 op 100 van industrie versus consumentenzaken in Brussel. Maar daar is waar het gebeurt. Wij moeten groeien aan beweging, want wij bestaan namens consumenten. Wij zijn onafhankelijk, we nemen geen geld aan van overheid en industrie. Dus onze beweging groeit. Wat zegt u? Wie wordt u betaald? We zijn opgericht met geld van donateurs uit Duitsland. Ik ben heel hard bezig met projectvoorstellen schrijven voor ideële fondsen. Er zijn fondsen die ons dan dus tijdelijk door de tijd willen helpen. Op dit moment ontvangen we 1/4 van ons budget uit donateurs. Dat groeit de laatste paar weken of maanden eigenlijk heel sterk. We hebben inmiddels bijna 2000 donateurs, maar voor een klein kantoor is dat toch een aanzienlijk bedrag op jaarbasis. We zijn nog klein, maar voor hoe klein we zijn hebben we al heel veel bereikt. We hebben zo'n 600.000 bezoekers op de website op jaarbasis. Dat is heel veel. Duizenden consumenten die meedoen aan onze e-mailacties. Politieke invloed. Ja, we zijn. Dankjewel voor deze toelichting. We hebben vanavond denk ik een hele goede discussie gehad. We hebben niet alle problemen kunnen oplossen. We weten hoe we naar ons voedsel moeten kijken wat betreft betrouwbaarheid, etiketten en dergelijke. Maar ja, er zijn vele mogelijkheden nog. Stadslandbouw, biologische landbouw. Niet dat we daar direct à la minuut de wereldbevolking mee kunnen voeden. Want ja, zoals ik al zei op een goed moment, dan hebben we een andere planeet nodig om alles te kunnen realiseren. Maar we zijn op de weg en alle deskundigheid wordt ingezet om op die plek oplossingen te maken en verder uit te werken. Ik geef nu de microfoon terug aan de voorzitter zelfs. Ja, dankjewel Harco. Harco, bedankt. Panel, bedankt voor fantastische inzet en inbreng. Vooral u, dames en heren, top. We hebben geprobeerd alles op te nemen en ook genotuleerd. Goede inbreng. U merkt problematiek, oftewel die uitdaging is zo breed, zo groot, dat we het natuurlijk niet in 1 avond kunnen oplossen. Maar het is goed, u bent in alle variatie gekomen en goede inbreng. Ik denk dat het ons aan het denken heeft gezet.